maken van SpaceX met 10.000 plus satellieten. En die communiceren met de grond, apparaten, basisstations, maar ook met elkaar. En hoe doen ze dat met elkaar? Met optische verbindingen. En daar gaan we vandaag ook iets over horen, over optische verbindingen. Dus ik denk dat het twee interessante onderwerpen zijn. En de avond verloopt als volgt. We krijgen eerst een presentatie van professor Hansen. En het idee is dat we, als jullie vragen hebben, zijn ook een redelijk kleine groep, vragen ter verduidelijking, dan kan u die direct stellen. Hoeft niet tot op het einde te wachten. Als het lange discussies zijn, dan wachten we tot op het einde. Want na de lezingen is er ook een kwartier voorzien om wat langer te discussiëren over dingen. Dus zoals ik zei, eerst hebben we een lezing over observatie en de tweede is over communicatie. Dat zal zijn door professor Niek Doerman. Nou, na de sessie zullen er wat drankjes zijn, dus er kan geborreld worden en verder gepraat over wat het ook zijn mag. Ik stel voor dat we nu beginnen met de eerste lezing en die zal gegeven worden door professor Ramon Hansen. Die is hoogleraar in Leiden en hij heeft de Antonie van Leeuwenhoek leerstoel. En dat is heel toepasselijk, want Antonie van Leeuwenhoek, dat was ook iemand die observatie deed in het optische domein. Want u weet allemaal dat hij microscopen bouwde. Dus het is een passende relatie, connectie denk ik. Professor Hansen doet onderzoek op het gebied van satellietemissies, data analytics, want zoals overal is ook in elk terrein van wetenschap, is data analytics wordt iets een zeer belangrijk element. Behalve zijn academische werk is hij ook Chief Scientific Officer en co-oprichter van een soort start-up of iets dergelijks. Hè? Dus komende uit de TU Delft. En die heet SkyGeo. Ik zeg het al, de naam. Het is gericht op observatie met satellieten. Professor Hansen, ik vraag u om ons een verhaal te vertellen. Maar dan ga ik toch eerst even de titel, want die is een beetje bijna poëtisch. Een sterrenhemel op aarde. Hoe microgolfwaarnemingen vanuit de ruimte ons ongeëvenaarde inzichten geven. Precies. Ja. Nou, hartelijk dank. Ontzettend leuk om hier te mogen zijn bij jullie. En ook fijn om weer echt levende mensen voor me te zien. Kent iemand dit beeld? Is dat bekend? Wie kent het? Ja? Van Gogh, ja precies. Dit is Starry Night heet het in het Engels. Hè? En dat is de manier waarop Van Gogh zeg maar, de sterrenhemel verbeeldde. En dat heb ik een beetje als inspiratie gebruikt. Want ik ben altijd een beetje jaloers op de astronomen die naar boven naar de sterrenhemel kijken. En ik wil dus eigenlijk beginnen met dit plaatje. Hier is een uitspraak van Seneca. Er is geen gemakkelijke weg van de aarde naar de sterren. En als je naar dat plaatje hier op de achtergrond kijkt, het is wel redelijk goed te zien hier. Dan zien we natuurlijk al die kleine witte stipjes. En wat we daar nou van kunnen leren is natuurlijk de positie, hè, waar staan ze. We kunnen meestal bij sterren iets zeggen over hun beweging ten opzichte van het kijkpunt. Hè. Dus met de roodverschuiving kunnen we iets zeggen over de snelheid van de sterren. Dus dat kunnen we eruit halen. Dan hebben ze een bepaald spectraal beeld. Dan kunnen we een beetje erachter komen van wat voor een soort sterren het is. Dus eigenlijk, als we met onze blik zeg maar, naar de sterrenhemel kijken, dan is er heel veel te leren. En dat is voor mij ook de inspiratie. En mijn sterrenhemel die ziet er zo uit. Hier zien we een sterrenhemel zoals ik die bekijk. En die bestaat uit allerlei sterren die meer of minder stralen. En daar kunnen we ook weer dingen van leren. Wat we ontdekt hebben hier uit deze sterrenhemel is dat de plek waar de vier pijltjes staan, het pijltje rechtsonder is een heel mooi, ziet u dat kruisje, nou maar die andere drie pijltjes die zijn daaraan gerelateerd. En
Nou, ik zal je maar verklappen. De reden dat we naar deze sterrenhemel kijken is dat we eigenlijk nog veel scherper kunnen kijken dan die astronomen dat kunnen. En dat laat ik hier zien. Hè? Want eigenlijk waar we naar kijken is geen sterrenhemel, maar is een beeld van de aarde. Hè? En elke reflectie die wij hier zien, is een reflectie zoals de radar dat ziet vanuit een satelliet die naar beneden kijkt. Nee, dus we draaien als het ware onze blik om. In plaats van naar boven kijken we nu naar beneden. Maar in feite, ik heb deze introductie gekozen omdat ik dacht van nou, dat is eigenlijk wel interessant, omdat je op die manier eigenlijk ook, zoals je naar de sterren kijkt, dan probeert te leren van wat is dat eigenlijk voor een object, wat doet die, hoe beweegt die, hoe lang is die er misschien al. Zo doe ik dat met het naar beneden kijken met een radar. Nou, we zien hier, ik weet niet of u het herkent, maar dit is een zogenaamd radarbeeld van Zoetermeer. Dat sterretje daar in het midden waar ik het net over had, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Nou, we zien daar zwarte vlekken in, dat zijn meren. We zien de witte reflecties, dat zijn reflecties van gebouwen, van harde infrastructuur. Nou, we zien snelwegen erop, spoorlijnen. Eigenlijk hoe we ons land hebben ingericht. En wat ik zal proberen aan te geven in het einde van deze presentatie, is dat we als we nou op een goede manier deze data verwerken, dan kunnen we dus inzichten krijgen over wat er op aarde gebeurt. Dus vandaar mijn titel, Sterrenhemel op aarde. En ik maak gebruik van microgolfwaarnemingen vanuit de ruimte, dus vanuit satellieten naar beneden kijkend, om inzichten te krijgen. Nou, dus het eerste stukje gaat over de technieken die we daarvoor gebruiken. En het tweede stukje gaat dan meer over de toepassingen van wat we daarmee kunnen. Om even een klein vooruitblikje te geven, waar komen we nou uiteindelijk op uit? Nou, dat zijn eigenlijk datasets zoals deze. Hier zien we Amsterdam met allerlei gekleurde puntjes en het zijn dus miljarden gekleurde puntjes. Elk gekleurd puntje is een meting. En die meting meet eigenlijk het verschil van de afstand tussen de satelliet en het object met millimeter precisie. Ja, dus als één van die puntjes, stel u woont in een van zo'n pand en dat pand beweegt een millimeter, dan kunnen we dat vanuit de ruimte zien. En dat wordt hier met kleurtjes aangegeven. Nou, je ziet hier heel duidelijk die oranje kleuren daar bij de spoorweg bijvoorbeeld. Daar zijn dingen aan het verzakken. Maar ook wat erg opvallend is dat de dam in het midden van Amsterdam aan het verzakken is. Daar hebben we eigenlijk nog niet een goede verklaring voor. Er zijn allerlei andere constructies waar bewegingen plaatsvinden. Dus door vanaf 800 kilometer hoogte naar het aardoppervlak te kijken, kunnen we millimeters aan deformatie van beweging meten. Ja, dus eigenlijk net zoals zo'n ster beweegt, kunnen we hier zien of zo'n punt naar de satelliet toe beweegt of van de satelliet af. Dus daar ga ik uiteindelijk op uitkomen. Maar ik ga even helemaal terug naar de basis en ik denk voor dit publiek is dit allemaal vrij gesneden koek. We maken gebruik van microgolven. En in dit plaatje, dit is even in tweeën geknipt, staat op de horizontale as de frequenties. En die gaan van hoge frequenties aan de linksboven, dan gaat die helemaal naar rechts. En dan op het onderste plaatje gaat het dan verder en gaat het naar de lagere frequenties. De golflengte is uiteindelijk 80 centimeter naar rechts onderin. Op de verticale as staat de transmissie. Dus hoe makkelijk gaat nou zo'n signaal door de atmosfeer heen? En dan zien we daar aan de linkerkant, daar bij in het micrometer domein, bij de 0,5 micrometer, 0,8 micrometer, daar zit het zichtbare licht. Daarmee kijken we nu met onze ogen naar dit scherm hier op de muur. En u thuis kijkt naar uw scherm. En het is heel fijn dat dat rond de 100% zit, of tegen de 100% aan, want dan kunnen we dus lekker door die atmosfeer heen kijken. Als we naar langere golflengte gaan, dan wordt dat eigenlijk steeds moeilijker. En dan zien we dat in één keer dat helemaal naar beneden duikt. En dat zijn dus de plekken, de frequenties in de atmosfeer waar we dus eigenlijk niet makkelijk doorheen kunnen kijken. Nou, het gaat mij nu om het uiterste gebiedje aan de rechterkant. En dan zien we dat die lijn die in de grafiek staat naar de 100% gaat. En dat komt dus omdat we daar dus de atmosfeer eigenlijk compleet doorzichtig is. Hè? Dus met de radargolven die wij gebruiken, die duiden we aan met X-band, C-band en L-band. Hè? Dus 3 centimeter golflengte, 5 centimeter golflengte en 24 centimeter golflengte. Daarmee kunnen we prima door de atmosfeer heen kijken. En wat ook nog heel erg interessant is van een radar, is dat we ook door de wolken heen kunnen kijken. Hè. Dus een optische satelliet die ziet niks. Hè. We hadden het net over de situatie in de Oekraïne. Hè. Nou, als het daar bewolkt is, dan zie je helemaal met een optische satelliet niks. En een radarsatelliet kan daar wel doorheen kijken en kan dan alsnog data verzamelen. En een radarsatelliet zendt zijn eigen signaal uit. Die zendt pulsen uit vanuit de satelliet. Die weerkaatsen en komen weer terug. In tegenstelling tot een optische satelliet die natuurlijk het zonlicht nodig heeft. Dat moet reflecteren, moet je opvangen. Dus een optische satelliet werkt 's nachts niet, een radarsatelliet werkt 's nachts wel. Ik doe het vanuit satellieten, daar gebruik ik satellieten voor. Die radar zit dus, die kennen we allemaal van een boot waar dat ding op ronddraait of bij een luchthaven. Hier zit hij aan boord van een satelliet en die satelliet die vliegt op een hoogte van ongeveer 700 kilometer
rondjes om de aarde, meestal om de polen. Dat is handig, want dan draait die aarde als het ware onder die satellietbaan door. En bij elk baantje, dat duurt ongeveer 100 minuten om een keertje om de aarde heen te gaan, is de aarde weer een stukje verder gedraaid. Dus we kunnen dan de hele planeet bedekken. Dat is heel, heel gunstig. Nou, wat doen we dan? Die satelliet, die radar aan boord van die satelliet, die kijkt niet naar beneden, wat je bij een optische satelliet zou verwachten. Want dat werkt namelijk niet, omdat als ik blijf even hier staan voor de camera, maar als mijn hoofd de radar is en ik kijk naar beneden en ik zou naar beide kanten kijken, dan zijn mijn armen even lang. En omdat een radar afhankelijk is van de tijdsduur tot het signaal terugkomt, zou dus het signaal van de rechterkant, van mijn rechterarm en van mijn linkerarm, op hetzelfde moment terugkomen. En dan kan ik het niet onderscheiden. Dus dat is heel onhandig. Dus vandaar dat al die satellieten die we gebruiken, die kijken naar de zijkant. Die gele strook, de SWAF, dus de strookbreedte, die zit niet recht onder de track van de satelliet. En daardoor komt dus altijd het signaal achtereenvolgens binnen. En dat moeten we dan zien te verwerken. Terwijl die dus vliegt, dat wordt aangegeven met de rode pijl linksboven, beweegt de antenne dus langs die satellietbaan, 7 km per seconde. En terwijl die dat doet, stuurt hij ongeveer 2000 keer per seconde een pulsje weg. En dat is het rode vlakje wat u daar ziet. Nou, dat reist dan weer 850 km door eerst het heelal, dan de atmosfeer. En dan raakt het de aarde. Dan begint het te reflecteren en dan komt hetzelfde pad weer terug. En dan kan die antenne datzelfde signaal weer opvangen. Dus het is als het ware alsof je met een zaklamp aan boord van een vliegtuig heel snel naar beneden aan het knipperen bent en de reflecties probeert op te vangen. Wat krijgen we dan te zien? Nou, dit is een aardig plaatje om eventjes een beetje gevoel te krijgen van wat een radar nou ziet. Want een radar werkt nou eenmaal niet zoals onze ogen werken. Ja, onze ogen zijn hoekgevoelig. We kunnen verschillende punten op uw blikveld op dit moment onderscheiden doordat die in verschillende hoeken zitten. Een radar kan dat niet, die kan geen hoeken meten, maar die kan alleen maar afstand meten. Dus hier zien we een plaatje van de Eiffeltoren, zoals al aangegeven staat. En het is aardig om jezelf nu de vraag te stellen, als je naar dit plaatje kijkt, van nou, aan welke kant vloog die radar nou? Ik geef u even een paar seconden de tijd om over na te denken. Vloog die aan de onderkant? Vloog die aan de bovenkant? Vloog die links of vloog die rechts? Laten we even een poll doen. Laten we zeggen, wie denkt dat die aan de linkerkant vliegt? Wie denkt dat hij aan de onderkant vliegt? Wie denkt dat hij aan de bovenkant vliegt? En wie denkt dat hij aan de rechterkant vliegt? En wie heeft geen zin om deze vraag te beantwoorden? Ja. Wat je hersenen je vertellen is dat hij aan de onderkant vliegt. Ja, want zo zijn we gewend om tegen die Eiffeltoren aan te kijken vanuit een vliegtuig. Ja, dan zie je het puntje van de Eiffeltoren. Ik weet niet of mijn muis hier, ja, die kan ik hier laten zien. Dat is het puntje van de Eiffeltoren. Dat zijn we gewend dat dat van ons afvalt, omdat we onze ogen hoekgevoelig zijn en onze hersenen zijn daar aan gewend. In dit geval zit het puntje van de Eiffeltoren vanuit een vliegtuig of een satelliet gezien natuurlijk dichter bij de satelliet dan de voet van de Eiffeltoren. Dus het goede antwoord hier is dat die satelliet aan de bovenkant vloog. Die kijkt eigenlijk vanaf het noorden zeg maar, van dit plaatje, vanaf de bovenkant naar beneden. Ziet dan eerst dus een reflectie van het topje van de Eiffeltoren en pas later het reflectie van de voet van de Eiffeltoren. Dus het zijn echt data die je moet leren interpreteren als je naar dit soort plaatjes kijkt. Maar wat we dan gaan doen is we gaan gebruik maken van een dataverwerkingsproces. En dat heet synthetische apparatuurradar. Dus radar staat voor radio detection and ranging. Hè. Dus ik stuur een radiosignaal weg, die microgolf golflengte. Ik detecteer iets, namelijk er zit de aarde, daar komt iets van terug. En ik doe ranging, ik meet namelijk de afstand. Synthetische apparatuur staat ervoor dat we eigenlijk een kunstmatige antenne bouwen. Een apparatuur is eigenlijk een ander woord voor een antenne in dit geval. En in het plaatje wat ik hieronder laat zien hier is dit ding hier. Dit is de antenne. Hierboven zitten de zonnepanelen. Dit is de bus van de satelliet waar alle elektronica zit. En deze grote plank hier, zeg maar, die is ongeveer 10 meter lang, 1 meter breed. Dat is de antenne grootte. En wat we eigenlijk willen doen, is we willen die antennegrootte zo groot mogelijk krijgen. En ik zal even uitleggen hoe dat zit. En daarvoor moet ik even dit, het is een tekstboekplaatje, het ziet er niet zo flitsend uit, maar het dient het doel. Wat het namelijk aangeeft is de formule daar. Die staat daar, theta is alpha maal lambda gedeeld door d. Nou, die alpha kunt u wegdenken, die is gewoon 1. Dus die theta, dat is de hoek waarmee zo'n satelliet naar beneden kan kijken, die radar, het radarinstrument naar beneden kan kijken. En die hoek, die wordt bepaald door de golflengte van de radar, lambda, en d is de grootte van die antenne. Ja, dus daar kunnen we even in ons hoofd rekenen, als die grote d dus 10 meter was, wat ik net liet zien,
En de lambda is, laten we zeggen, 5 centimeter. Ja, dan hebben we dus 5 centimeter gedeeld door 10.000 centimeter. Ja, dus zeg 0,5 milliradialen. Dat zou dan de hoek zijn. Dus als ik een grotere hoek wil hebben, dan moet ik een grotere golflengte hebben of een kleinere antenne. En als ik een kleinere hoek wil hebben, natuurlijk andersom. Dus ik wil graag een hoek hebben die natuurlijk zo klein mogelijk is, omdat dat mijn resolutie op aarde bepaalt. Ja, als ik zo kijk, dan heb ik hele grote pixels en kan ik heel weinig onderscheiden. Als ik die hoek heel klein kan maken, kan ik dat veel beter. Dus dat betekent dat ik dus eigenlijk die theta heel erg klein wil hebben. Nou, die lambda, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Ik werk nou eenmaal met een bepaalde golflengte. Dus het enige wat ik kan doen om die theta kleiner te krijgen is D, dus de grootte van de antenne, groter maken. Ja, dus 1 meter, 2 meter tot 10 meter. En daar loop ik tegen een probleem op, want op een gegeven moment past het niet meer in de raket. Nee, die raket die moet het omhoog schieten. Nou, dan hebben we nu een truc gevonden, want als we dit nu uitvoeren hier, is dit een plaatje van de Envisat-satelliet, die grote plaat, dat is dus die SAR-antenne, zoals dat heet. Hier heb ik het even nog uitgerekend, 1,3 meter breed, 10 meter lang, dan kun je het sommetje maken. Eigenlijk wat ik net al deed, dat is die 5 centimeter gedeeld door, 1000 centimeter. Is dus 5 milliradialen. En dat komt overeen met 0,3 graden. Dus als je dat even in je vingers uitdrukt, is dat een heel smal hoekje. Dus je zou zeggen van, nou, dat is echt een topinstrument. Want zo'n smalle hoek kunnen we bereiken. Maar het probleem is dat we natuurlijk 850 kilometer moeten afleggen voordat we op aarde zijn. En dat betekent dat die hoek natuurlijk steeds groter wordt, die divergeert. En dat betekent op aarde dat we eigenlijk praten over 4,2 kilometer. En dat is eigenlijk verschrikkelijk, want we zijn, we hebben net al gerefereerd naar de plaatjes die we tegenwoordig zien. Nou, 4,2 kilometer resolutie is verschrikkelijk, daar willen we niet mee werken. Dus wat we moeten doen is een truc toepassen. Nou, hier zien we nog een keertje dat plaatje, die antenne die staat niet stil, maar die beweegt. En wat we dus kunnen doen is, we kunnen eigenlijk de achtereenvolgende posities van die radar aan elkaar plakken. Dus het is als het ware, als mijn hand de radar is, zeg maar, dan ben ik eerst hier, en vervolgens ben ik hier, en daarna ben ik hier, en daarna ben ik daar. Dus ik kan eigenlijk kunstmatig een hele grote antenne maken. Nou, we hadden net die lambda gedeeld door D. Dus als ik nou die D heel groot kan maken, stel dat ik die D bijvoorbeeld 4 kilometer zou kunnen maken, en dat kunnen we, dan kunnen we teruggaan naar een resolutie van in de orde van een aantal meters. En dat maakt dus heel veel uit. Nou, dit plaatje komt uit mijn originele collegereeks, dus daar had ik de Krim als, als mijn testgebied. Dat heeft inmiddels een hele andere betekenis gekregen, maar dit is gewoon de technische context hier. Dit is het plaatje wat je zou krijgen als je die kunstmatige antennelengte niet zou toepassen en gewoon de pulsen zou gebruiken zoals ze zijn. Dan hebben we dus pulspixels, die zijn 5 kilometer breed en zelfs 40 kilometer in een andere dimensie. Dus je krijgt een heel wazig beeld. Nou, wat we nu dus doen is een synthetische antenne opbouwen, dus een kunstmatige antenne, tussen positie 1 op dit beeld en positie 2. We plakken dat allemaal aan elkaar. We hebben natuurlijk al die pulsjes opgeslagen in ons geheugen. Die sturen we naar de aarde en daar kunnen we een berekening, kunnen we onze computers erop loslaten. En dan krijgen we dus uiteindelijk een resolutiecel die 1000 keer beter is. Dan krijg je het plaatje wat u hier ziet. Dus hier hebben we dus in plaats van 5 keer 14 kilometer, hebben we 4x20 meter pixels. En inmiddels zijn we ook alweer een stuk verder. Dan zitten we eigenlijk op het submeterniveau. Dus dat is het principe van SAR, synthetische apparatuur radar kunstmatige antennelengte. Nou, ik zei al, dit was het plaatje waarmee ik begon, mijn mooie sterrenhemel waarmee ik u probeerde in de luren te leggen dat dit echt sterren zouden zijn. Maar dat is het natuurlijk niet, dat zijn die reflecties zoals we net al zeiden. En nou is het dus interessant om te kijken naar dat puntje waar ik net mee begon, het pijltje rechtsonder. Wat is dat nou eigenlijk precies? Hè? Als we nu met zo'n SAR antenne dus naar de aarde kijken, nou, dit is hier in de buurt. Dus ik ben hier op de fiets gesprongen en ik ben gaan zoeken waar dit specifieke plaatje nou was. En dat heb ik gevonden. Dat is namelijk dit gebouw. En dit is het gebouw van Nutritia, staat in Zoetermeer. Ik geloof niet dat ze zelf weten dat ze zo'n beroemd gebouw hebben als je het uit de ruimte bekijkt. Maar u ziet het hier. Dit is het gebouw. En wat wil het geval? Deze wand hier, waar ik nu aan wijs, dat is eigenlijk deze grote wand met glazen hier. Die staat natuurlijk loodrecht op het wateroppervlak van de vijver wat hiervoor staat. En hier staat nog een hele grote wand naast. Die staat daar nou niet per se helemaal loodrecht op, maar die staat is wel een heel groot vlak object. En toevalligerwijs zorgt dat ervoor dat die C-band, dus die 5 centimeter
microgolfstraling uit die satelliet, terwijl die 4,2 kilometer aflegt in de ruimte, ongelooflijk hard aan het stralen is als het ware. En dat zorgt ervoor dat we hier dus zo'n sterke reflectie krijgen. En dit plaatje misschien moeilijk te zien, ik kan even terug naar die vorige. We zien zelfs hier dit puntje hier, dat is eigenlijk een zogenaamde sideloop van de reflectie die we hier hebben. Ja, dus zo'n puntreflector heeft vaak een soort lus en dan heeft hij nog een aantal zijlussen. En nou, die komen dan op plekken terecht waar ze eigenlijk niet horen. Dus dit noemen wij ghost reflections. Hè. Dus hier zit niks. Als je hier een terrein gaat fietsen, zie je niks. Maar eigenlijk is dit gewoon een reflectie van een andere lus van dit object. En dat geldt ook hier voor deze twee. Nou, is dit hartstikke leuk. En het is leuk om naar die plaatjes te kijken. Maar eigenlijk is dit nog peanuts. Want we kunnen eigenlijk nog veel meer uit dit beeld halen. En daarvoor moeten we kijken naar wat zo'n pixel nou eigenlijk behelst. En dat is eigenlijk niet één waarde, maar het zijn twee waardes. Want we meten namelijk complexe getallen. We hebben elektromagnetische golven, die kunnen we beschrijven met een fase en een amplitude. En voor elk pixel, als we die truc met die synthetische apparatuur hebben uitgehaald, kunnen we dus een fase en een amplitude opslaan. Een reëel imaginair deel van het signaal. Nou, dat zijn, zie je, de amplitude. Dat zijn de plaatjes waar we tot nu naar gekeken hebben. Maar er zit dus ook een fase. Dus elk pixeltje, als je dit ziet als een grote matrix van getallen, zit daar ook nog een ander getal. En dat is de fase. En die fase, daar dachten we heel lang van, nou, daar kunnen we echt helemaal niks mee. Ik zal dat even laten zien. Dit is een plaatje van Delft. Dit is weer een radar amplitude plaatje. En als ik hier de fase van elk pixel zou laten zien, dan zien we dit. Dus de kleurenschaal hier gaat van min pi tot pi. Dus 360 graden. Dus we hebben allemaal hoeken. We meten hoeken. En ja, dat zijn allemaal kleurtjes tussen rood en blauw. En het is een willekeurig hutje-mutje van kleuren. En we kunnen er eigenlijk helemaal niks mee. Maar wat wil nou het geval? En dat is eigenlijk wel het fascinerende van de data. Dat als je nou zo'n meting zou herhalen onder precies dezelfde omstandigheden. Vanuit precies dezelfde positie in de ruimte. Dan verwacht je wel precies dezelfde fase te krijgen. Dus met andere woorden, hij is wel willekeurig. Compleet random, onvoorspelbaar. Maar als ik hem herhaal, krijg ik wel dezelfde grootheid. En daar zit hem de crux, want dat betekent dat als we dus die getallen dus dan van elkaar aftrekken, als het dus voor alle getallen zo zou zijn en die satelliet zit inderdaad precies op dezelfde plek en niks beweegt, dan zou dat allemaal de fase 0 moeten krijgen. Ja, want het is een willekeurig getal, min datzelfde willekeurig getal, nou dat is samen 0. Nou, dat is de truc die we uithalen, dat heet interferometrie. En hier zien we dan hoe we dat toepassen. Dus we hebben die satellieten die vliegen rondjes om de aarde, komen om de zoveel tijd weer terug. De satellieten die we nu gebruiken zijn om de 6 dagen, hebben die weer dezelfde positie in de ruimte. En een pixel, wat hier onder in dat rode vakje aangeschreven staat, wat op tijdstip T1 hier zit, kan dus in die 6 dagen tijd dat de satelliet weer nodig heeft om weer op dezelfde plek te komen, bewegen. De grond kan zakken, denk aan de gaswinning in Groningen. Een object van metaal kan uitzetten, een brug kan bewegen, een kade in Amsterdam kan instorten, van alles kan er gebeuren. En dat betekent dus dat op tijdstip T2, 6 dagen later, dat pixel op een andere locatie zit. En dat betekent dat als we vanuit dezelfde positie in de ruimte zouden meten, dan meten we dus een fractie van die golflengte. Nou, ik zei al, die golflengte is 5 centimeter. Omdat die heen en weer gaat, hebben we eigenlijk praktisch gezien de helft. Dus 2,5 centimeter aan beweging komt overeen met 360 graden fase. Dus als ik 360 graden meet, dat is gewoon een hele cyclus, 2,5 centimeter. Als ik dus 180 graden meet, is het 1,25 centimeter. Nou, ik kan makkelijk 10 graden meten, dus dan zit ik eigenlijk al meteen op het submillimeter niveau. En dit is dus de crux. Dus als we op deze manier deze metingen doen, dan kunnen we echt vanaf 800 kilometer hoogte een millimeter aan beweging zien. Dan wordt het interessant, want dan kunnen we dat natuurlijk gaan herhalen. Kunnen we tijdseries gaan doen. We kunnen die satellieten, die zijn jarenlang in orbit. En die elke 6 dagen blijven maar opnemen. Dus we gaan dus tijdens de tijdsduur van dit praatje, ik had er 45 minuten voor. Nou, dan is die satelliet al halverwege rond de aarde. Hè? Dus voordat deze lezingavond afgelopen is, is die alweer een rondje verder. Dus het gaat razendsnel. En wat we dan doen, is we gaan punten zoeken die we met elkaar kunnen verbinden. En ik gaf dan net een beetje een rooskleurig plaatje. Ik liet die duizenden punten zien van die amplitude. Nou is het eigenlijk zo dat we daar maar een fractie van kunnen gebruiken. En dat komt doordat er een hele belangrijke conditie is. En dat is dat die reflectie van het aardoppervlak, die moet wel vergelijkbaar zijn in de tijd. Als die dus verandert, stel we hebben een aardappelveld
we nemen een, doen een opname, dan komt de boer die ploegt zijn veld om. Ja, dan ziet die radar iets totaal anders. Want die optelsom van alle reflecties die hij krijgt terwijl hij overvliegt, is niet meer vergelijkbaar. En dat betekent dat er eigenlijk nog maar heel weinig punten overblijven. Misschien 1% van alle punten. Misschien 0,1%. Maar ik heb echt miljarden pixels. Hè? Dus met 0,1% hebben we nog steeds ongelooflijk veel miljoenen punten. Nou, en dan gaan we daar verbindingen tussen leggen. Die gele lijntjes, daar een verbinding aan tussen twee punten. Bijvoorbeeld de ene kant van de straat en de andere kant van de straat. En dan kunnen we de fases gaan meten relatief tussen die twee punten. En die staat hier uitgedrukt met die gele puntjes in dat blauwe vlak. Dus een punt wat bijvoorbeeld omhoog beweegt ten opzichte van de andere. Dat is die gele lijn met de puntjes daaromheen. Nou, we hebben natuurlijk één probleem, dat als die beweging groter is dan 360 graden, hè, stel dat die 361 graden is, ja, wat we dan meten is 1 graad. Hè, want die 360 graden die kunnen we niet missen, die kunnen we niet meten. Dus we hebben elke keer vouwen we de boel weer om. Dus die gele puntjes die we hier zien, die moeten we eigenlijk weer terugvouwen naar die lichtblauwe band. Die zit tussen min een halve cyclus en plus een halve cyclus in. Dus eigenlijk de data waarmee we werken zijn die gele punten in het lichtblauwe vak. En onze opgave nu, dat is waar we de algoritmes op bouwen, is van hoe halen we nu uit die gele puntjes in die lichtblauwe band een signaal zoals die gele lijn in de donkerblauwe band. Daar niet te veel verder over zeggen, dat gaat heel ver in de techniek, maar ik wil eigenlijk even laten zien wat je daar nou mee kan. Als je dat dus gaat doen en je hebt al die miljarden puntjes en je gaat van al die punten verbindingen maken en meten van hoe beweegt nou deze ten opzichte van de andere. Nou, wat we dan kunnen doen, en dat hebben we ook gedaan, dat is een bodemdalingskaart maken. Dus als u thuis op uw telefoon bodemdalingskaart.nl intikt, dan hebben we die data allemaal online gezet om maar eens naar te kijken. En voor Nederland ziet dat er dus uit zoals hier het rechte plaatje. Aan de linkerkant zien we een beetje problemen. We hebben een zakkend land en we hebben een stijgende zeespiegel. Dus er is nogal een issue wat voor Nederland van belang is voor de toekomst. Nou, wat zie je daar nou in? Ik ga er zo meteen een beetje verder op inzoomen, maar we zien natuurlijk de gaswinning in Groningen, die grote rode vlek daarboven. We zien zoutwinning daar omheen in het noorden van het land, bij Veendam. We zien in Limburg zien we blauw, dat betekent dat de grond omhoog komt. Dat is een gevolg van het feit dat daar mijnbouw is geweest, steenkolen zijn daar gekomen. In die tijd is er water weggepompt, ze zijn nu gestopt en nu komt het water weer omhoog. Dus vandaar dat het daar blauw is. Maar we zien ook allemaal kleine details. Hè? Dus als je hier gaat inzoomen van een snelweg, een spoorweg, een dijk, een dok waar materialen worden opgeslagen. Dus er gebeurt eigenlijk van alles in Nederland. Nederland is echt in beweging. Nou, het is altijd leuk als je ergens een praatje geeft om dan even te kijken van, nou, hoe ziet het gebouw er nou uit waar we nu zitten. Hè? We zitten nu bij het Kivi op de Prinsessengracht en dat zie je hier. Dat heb ik gisteren erbij gepakt om eens even te kijken van, nou, hoe ziet het hier nou. Hè? En nou, het mooie is wat ik kan vertellen, dit gebouw, dat is dus, even kijken, goed zien, deze locatie hier. Nee, hier moet ik kijken. Nee, toch hier. Dit is het Kivi gebouw. Als je op dat puntje klikt, dan krijg je dus de tijdserie van alle metingen die satelliet heeft gedaan, in dit geval sinds 2017. En we zien dus hier een hele mooie rechte lijn. En dat betekent dat dit gebouw echt zo stabiel als een huis is, zou je zeggen. En nou ja, als je hier naartoe loopt, dan zie je ook, hè, ze praten in Den Haag over de Hagenezen en de Hagenaren. Hè. De Hagenezen die wonen op het veen en dat is allemaal slappe grond, dat verzakt alle kanten. De Hagenaren, de chiquelui, die wonen op het zand. Nou, we zitten hier echt duidelijk op het zand. Dat is ook wel te zien aan het gebouw. Dus we zitten veilig. Nou, dan de oorzaken. Dat is ook wel leuk. Van, okay, we zien van alles. Goed om even een beetje gevoel daarvoor te krijgen. Daar hebben we een poging toe gedaan. En dit is het plaatje wat ik net liet zien, een beetje geabstraheerd, van de bodembeweging van Nederland zoals gemeten uit die satellieten. En dit is de totale beweging noemen. Dan kunnen we een onderscheid gaan maken tussen wat gebeurt er nou in de diepe ondergrond en wat gebeurt er nou in de ondiepe ondergrond. Dat hebben we hier geprobeerd te doen. Hier zien we de bodemdaling in Groningen. Het gasreservoir zit op 3 kilometer diepte. We zien zoutwinning hier bij Harlingen. En dat zit ongeveer op 2 kilometer diepte. Hier wordt wat zout gewonnen net over de grens bij Gronau. De mijnen zitten ook behoorlijk diep. Dit is Beveren bij Doel, waar de kerncentrale staat. Ook wat diepere winning. En om dit te kunnen begrijpen, is het handig om bijvoorbeeld alle gasvelden daar eens bovenop te leggen. Dat heb ik hier gedaan. Dus al die contourtjes hier zie je ze alleen.
Dat zijn alle gas- en olievelden van Nederland, zoals we ze kennen nu. En als je daar even teruggaat, dan zie je dat dat perfect overeenkomt met de bodemdaling op die locaties. Dan hebben we hier de ondiepe component. En die ziet er dus totaal anders uit. Hè. Zien we Groningen eigenlijk helemaal niet meer. Maar we zien wel juist hier in het westen van het land, in het groene, van het groene hart, zien we die grote oranje vlek. En als je goed kijkt, zie je ook dat het toch verder uitstrekt op andere plekken van Nederland. Nou, wat we hier gedaan hebben om dit een beetje gevoel voor te krijgen, is dat we hier dit gecombineerd hebben met de grondsoorten van Nederland. En dat zie je hier, dan is het een beetje op elkaar. Hier zie je het eigenlijk nog wat beter. Nou, hier, oranje betekent zandgrond. Hè? Dus dat is het oosten en het zuiden van het land. Helemaal het zuiden is nog een beetje lus, dat is rood. Groen is klei. Hè? Dus dan zien we alle rivierengebieden waar kleiafzettingen zijn. De polders, het stukken van Groningen en Friesland. Allemaal kleigebieden, Noord-Holland, Zeeland. En die roze, paarsachtige kleuren, dat is veen. Hè? En veen is organische grond. Hè? Takjes, bladeren, die zijn zitten in de bodem, die verrotten langzaam, tenzij ze onder water staan. Als het onder water staat, wordt het verrottingsproces gestopt. En dat betekent dus dat in ons mooie veenweidelandschap hier in het westen van het land, dan pompen we het water weg, zodat de boeren hun werk kunnen doen. Maar het gevolg daarvan is dus dat het grondwater dieper komt te liggen, komt een groter stuk organische grond bloot te liggen aan zuurstof. Dat gaat verrotten, daarmee oxideren noemen we dat chic. Daarmee verdwijnt er dus materiaal als CO2 en methaan in de atmosfeer. Een behoorlijke deel van onze CO2-uitstoot in Nederland. En daardoor gaat de grond naar beneden, want het volume neemt af. Als de grond naar beneden gaat, komt de bodem dus eigenlijk weer dichter bij dat grondwaterniveau. En dan worden de boeren boos, want dan kunnen de koeien niet meer lopen en ze kunnen met de tractor er niet meer over. Dus zij zeggen tegen de waterschappen, jongens, verder bemalen. Dus dan gaat het waterniveau naar beneden, komt er weer meer veen bloot te liggen aan oxidatie. En zo malen we onszelf eigenlijk de diepte in. En dat doen we al 400 jaar. We zijn op sommige plekken al 5, 6, 7 meter kwijt. En op de meeste, een aantal plekken ligt nog 5, 6 meter veen. Als je aanneemt ongeveer een centimeter per jaar, dan zijn we dus de komende 500 jaar nog bezig met onszelf nog 5 meter naar beneden te pompen. Dus dat is het probleem bij de veenbodem. Nou, wat zie je daar nou vanuit de ruimte? Ik zie je even naast elkaar gezet. Dan is het aardig als je nu een rondje zet, zeg maar, om de veen. Het veen, die heb ik even met de hand gedaan hier, zo, door die blauwe lijnen eromheen gezet. En dan kunnen we die gewoon gemakshalve even naar de andere kant schuiven. En dan zien we daar van, wat zien we daar nou precies op die plekken waar dat veen zit? Nou, dan zie je eigenlijk heel mooi dat op die plekken de dalingssnelheid echt een flink stuk groter is dan op andere locaties. Hier zitten ze. Ja, dus dat is het ondiepe gedeelte. Dus ik wilde daar even de aandacht op vestigen. Dit is een vrij groot probleem voor Nederland. We willen 2050 willen we aan de klimaatdoelstellingen voldoen. Dan moet die bodemdalingssnelheid, of de oxidatiesnelheid beter gezegd, die moet met 50% verminderd zijn. En dat wordt een gigantische opgave. Dat is een opgave voor de boeren, want die kunnen dan niet meer aan veeteelt doen. Dan gaat ons landschap er anders uitzien. Het traditionele landschap met mooie weides en molens en kaas en koeien. Dat gaat echt anders eruit zien als we hier aan willen gaan voldoen. Dus een grote impact. Nou, van dat grote weer naar het kleine. Dat is ook wel heel grappig. Want als je dus die gaat frutselen. Hè, elk puntje hier is zo'n ster, zoals ik dat maar even noem. Hè, die heeft informatieinhoud. Daar willen we, net zoals die astronomen die ster willen leren kennen, wil ik eigenlijk van elk puntje wil ik weten van wat is het nou precies. En wat we hier hebben gedaan, is we hebben gekeken naar wat is nou precies de positie van die reflectie. En laten we nou eens een onderscheid maken tussen die reflecties die van de top van de daken komen en de reflecties die van de straat komen. Nou, dat ziet u hier links en rechts. Dus links zijn de top van de daken, aan de rechterkant de reflecties die van de straat komen. Nou, de kleurtjes geven weer de snelheid aan. En dit geeft dus aan dat hier, dit is een stukje bij Diemen, dat hier de bodem ongelooflijk snel aan het zakken is, terwijl de huizen stabiel staan. Het is een nieuwe woonwijk. Die huizen zijn goed onderheid. Er staan een betonnen heipalen. Dus daar is niks meer aan de hand. Maar de bewoners van die huizen zien voor hun voortuintje, zien ze als het ware naar beneden zakken. En dit heeft hele grote gevolgen voor de rioleringen, voor allerlei nutsvoorzieningen in dit gebied. En dus de gemeente Diemen moet dat dan om de zoveel tijd weer aanpassen. Met het gevoel dat het hele verkeer stil ligt en dat de boel ontwricht wordt daar. Interpretatie kan nog verder gaan. Ik laat hier nog een klein stukje zien van Groningen weer. Hè. Dus wat zien we nou als we van een afstandje kijken? Maar als we nou inzoomen, dan zien we weer steeds meer detail. Hier zien we een klein stukje weer verder. Hier zie je eigenlijk veel van die reflecties komen van
wegen, van huizen, van infrastructuur, van hoogspanningsmasten, van spoorwegen, van dijken. En op het landelijke gebied, het midden van het grasland, hebben we eigenlijk nog niet zo hele goede data. We kunnen daar verder op inzoomen. Nou, je hebt daar zo'n puntje, dit is bij Slochteren. Ik ga even naar beneden, even goed kijken. Dit gaat hier 5 mm per jaar naar beneden. En op andere plekken gaat het tot 7, 8 mm per jaar. En we zien ook een klein beetje nog een seizoensvariatie daarin zitten. Die komt door zomers en winters. Hè. Dus het uitzetten van materiaal en het feit dat droge zomers zorgen dat de bodemwerkingssnelheid iets groter wordt. We kunnen zelfs nog verder gaan. Dit sla ik even over. Zie je bij het Schildmeer, hier zie je eigenlijk, dan zitten we dus echt in die bodemdalingskom van Groningen. Dus alles zakt. Maar aan de rand van het meer zakt het zelfs nog meer. De kleurenschaal rechtsboven aangegeven, die gaat van min 10 mm per jaar naar plus 10 mm per jaar. Nou, dat is, zitten een aantal puntjes in helemaal rood. Dus dan kunnen we die kleurenschaal misschien even wat verzetten. Dus ik zet hem even op min 20. Dat doe ik hier. En dan zie je dus dat daar zelfs daar nog allemaal verschillen zitten die het normaal anders in de ruis zouden verdwijnen. En dus de objecten hier, een soort dijkje waarschijnlijk, of een of ander langwerpig lichaam wat daar is aangebracht in dat meer, dat gaat met meer dan 2 centimeter per jaar naar beneden. Maar is dat zorgwekkend? Nou, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf wat je daar gaat doen. Het is in ieder geval, je moet zorgen dat je het niet gaat misinterpreteren als iets wat met de gaswinning te maken heeft. Hè. Dit is dan weer een ander fenomeen. Niet alle beweging is verticaal. We hebben dat zwarte vakje daar rechtsbovenin. Dat staat om het gebied bij Veendam. Bij Veendam wordt zout gewonnen. Dat doen ze door een water in de bodem te spuiten in de zoutlaag. Daardoor ontstaat een caverne, een holte met zoutwater. Dat water wordt naar boven gepompt. En dan laat ze het water verdampen en dan winnen ze zout. En daardoor hebben we eigenlijk een bodemdalingskom die nog veel groter is, veel sneller zakt dan de bodemdaling in Groningen door de gaswinning. En hier zie je met die kleurtjes aangegeven, ik ben het geprobeerd om dat hier te doen, met de pijltjes. In blauw staat hier de zakking door in de verticale zin. In rood staat de horizontale beweging. Ik liet al in het begin van mijn presentatie zien dat we niet recht naar beneden kijken, maar naar de zijkant. Dat betekent dus ook dat we gevoelig zijn voor een horizontale deformatie. Nou, dat soort dingen kunnen we dus nu ook eruit halen. Nou, tot slot, ik ga afronden. Spoorwegen. Het is natuurlijk niks mooier dat als je elke 6 dagen heel Nederland overvliegt. En we doen het eigenlijk zelfs vanuit andere richtingen nog frequenter. Dan kun je dus al die spoorwegen ook in de gaten houden. En daarmee hebben we dit soort kaartjes gemaakt. Waarbij je dus vlaggetjes kunt zetten op de plekken waar er sterke deformaties zijn. Of waar er sterke deformatiegradiënten zijn. Nou, wat hier eigenlijk heel mooi naar voren komt is de Betuwelijn. Want die is vrij recent aangelegd. Die is heel sterk nog aan het verzakken. Nou zou je kunnen zeggen, van, nou, oké, die hele baan zakt, dat is niet zo heel erg. Maar het probleem is dat zo'n spoorweg, ik sla deze even over, dat die af en toe over een brug moet. En die brug die is goed onderheid. En daar het zandlichaam waar de spoorweg op ligt, ligt niet. En dan zie je dus dat je plotseling die overgangen hebt. Hè. Dus het zwarte puntje wat we hier zien, is een punt wat stabiel is. Dat is groen. En vlak daarnaast zit een puntje dat gaat met een noodgang naar beneden. En dat betekent dat een trein die daar overheen gaat, die krijgt natuurlijk een enorme smak. Dus nou, die machinisten die weten dat op een gegeven moment wel, die moeten daar dus langzamer gaan rijden. Met gevolg dat je transportsnelheid afneemt. Dus als je dit nu ziet aankomen, en we kunnen zien van nou kijk, dit is zoveel millimeter per jaar aan het zakken. Dan kunnen we precies aanwijzen van nou ProRail, je moet zorgen dat je voor volgend jaar daar gaat ophogen, want anders gaat het mis. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden waarmee we dus de ruimtemetingen kunnen gebruiken om informatie op aarde te achterhalen. Dus, een sterrenhemel op aarde, zo zie ik het, zo vind ik het leuk om daarnaar te kijken. Satellietradarinterferometrie heb ik het over gehad. En net zoals we voor die positie, voor de sterren, zeg maar, de positie, de beweging en de samenstelling willen proberen te kennen, zullen we het eigenlijk ook doen voor al die punten op aarde, die allemaal ook hun eigen positie hebben, hun eigen kenmerken, hun eigen karakteristieken en hun eigen beweging. En daar wilde ik het bij laten, dank u wel. Ik schets nu een beeld van Nederland, dat zullen andere Europese landen ook hebben. Is daar ook nog samenwerking, zeg maar, globaal?
Ja, die is er zeker. Ik zal even de vraag herhalen voor degenen die thuis zijn. Dus de vraag is of er samenwerking globaal is tussen de verschillende landen die aan deze techniek werken. Die is er zeker. Hè? Dus de satellieten die we gebruiken, die worden natuurlijk gelanceerd met een missie. Hè? De eerste radarsatellieten, daarvan wisten we nog helemaal niet dat interferometrie kon werken. Inmiddels weten we dat. Dus nu zijn organisaties zoals ESA en NASA en de Japanners zijn allemaal met satellieten bezig. En die data die worden dus met iedereen gedeeld. Tegenwoordig zelfs is het zo dat er dus allerlei commerciële activiteiten ook zijn. Er zijn aanbieders vanuit de commerciële hoek, hè, die ook voor bijvoorbeeld de militaire radars bouwen en dat aanbieden. En in de dataverwerking is het inderdaad zo dat verschillende partijen daarmee bezig zijn. Dus verschillende landen hebben ook zo'n kaart gemaakt, zoals wij dat ook gedaan hebben. Er is nu een initiatief om dat zelfs Europees te gaan doen. Wat ik wel merk is dat dat het uitmaakt over hoe je die data verwerkt. Wat je eruit krijgt. Je hebt natuurlijk een oneindig aantal mogelijkheden aan knoppen waar je aan kunt draaien. Dus wat wij eigenlijk het liefste, wat wij geleerd hebben, is dat het het beste werkt als je eigenlijk weet welk probleem je op wil lossen. Dus ik schets het nu een beetje opportunistisch, alsof we naar de sterren kijken en nou, laten we kijken wat we tegenkomen, gewoon nieuwsgierigheid. En dat is ook erg fascinerend, want je komt van alles tegen. Maar je merkt, hè, dus ook met die spin-off waar we het net over hadden, daar willen ze natuurlijk gewoon graag problemen van klanten oplossen. Dus een ProRail bijvoorbeeld, die zegt van nou, geef mij op al die plekken waar de snelheid groter is dan zo en zoveel, of de gradient gewoon zoveel is. Nou, dan moet je echt op een speciale manier die data verwerken om dat te krijgen. En dan heb je dus eigenlijk weer allerlei soorten producten die je kunt maken. Dus uw vraag was samenwerking. Zeker op, tussen universiteiten wordt hier heel veel samengewerkt. En je ziet eigenlijk ook dat elke land, kijk, wij hebben een delta met een slappe bodem en Het probleem met de verzakkende tuintjes voor je huis, zeg maar, dat is vrij uniek in Nederland. Andere plekken hebben ze ook weer sterke bodemdaling, maar is het weer wat heeft wat diepere oorzaken. Dus iedereen kijkt er weer van op zijn eigen manier naar. Bijvoorbeeld het smelten van de ijskappen. En dat alleen bekeken worden of gewoon niet worden. Ja, gletsjers. Ja. Smelten van de ijskappen is eigenlijk, daar is dit niet de meest geëigende techniek voor. Daar gebruiken we meestal radaraltimeters voor. Die kijken dus wel naar beneden en die meten gewoon de dikte van het ijs. In combinatie met zwaartekrachtmissies. Hè? Want dan kun je meten hoeveel ijs, hoeveel massa er verdwijnt en je meet de hoogte. Dus als je echt een ijsplaat wil meten, dan zijn dat eigenlijk betere instrumenten. Voor gletsjer bijvoorbeeld kan het weer wel heel goed, want dan kunnen we goed in kaart brengen zeg maar, hoe een gletsjer beweegt. En dat zijn eigenlijk elk pixeltje heeft weer zijn eigen beweging. Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk. Waarin onderscheidt Delft zich van andere instituten die dit ook doen? Hebben wij een unieke positie in de wereld? Ja, kijk, wat je ziet is dat onderzoeksgroepen die kiezen hun eigen gebied. Sorry, zou je misschien de vraag willen herhalen voor de mensen die online zijn? Goed, dan zal ik even. De vraag was waarin Delft zich onderscheidt of Nederland zich onderscheidt op dit vakgebied. En inderdaad, groepen kiezen hun eigen topic. In de interferometrie kwam eigenlijk op toen men voor de eerste keer aardbevingen ging bestuderen. Dus in een grote aardbeving, er is ergens heel veel beweging geweest, maar we weten niet waar en hoeveel. Nou, doordat we toen die metingen hadden en we hadden archieven, konden we dus een beeld uit het archief pakken van voor de aardbeving, combineren met een beeld na de aardbeving en dan in kaart brengen wat er bewogen heeft. Dus heel veel groepen zijn die kant op gegaan. Dus aardbevingen, tektoniek, vulkanisme, hè, dat zijn eigenlijk de plekken waar je natuurlijk remote met satellieten heel goed kunt werken. Wij hebben ons echt veel meer gericht op de gebouwde omgeving. Hè, dus om echt erachter te komen van wat is elk puntje nou precies? En hoe moeten we dat duiden? Welke informatie kunnen we daaruit halen? En hoe kunnen we het echt gebruiken om bijvoorbeeld bepaalde praktijkvragen op te lossen? Dus dat is echt wel een kenmerk, dus dat detailniveau. En we zijn ook zitten heel erg aan de monitoringskant. Dus we willen niet gewoon maar een studie doen en dan een plaatje laten zien. Maar net zoals ik al zei, terwijl we hier praten is er alweer een nieuw beeld opgenomen. En je wilt dus eigenlijk voor al die miljoenen puntjes kijken. Maar nou, gedragen die zich nog allemaal zoals ze voorheen deden? Of zijn er misschien een paar bij die zich nu anders gedragen? Vorige zomer hebben we bijvoorbeeld de instorting van de Grimburgwal gehad in Amsterdam. Ik weet niet of het zich herinnert. Toen is er in één keer een stuk kader gewoon weggevaagd. Gelukkig niemand bij gewond geraakt, maar natuurlijk heel zorgelijk. Nou, toen we daarna, nadat het gebeurde, in de data gingen kijken, zagen we van kijk, dit is al aan het verzakken. Dus je zag het eigenlijk aankomen. Dus als we die algoritmes nu zo goed krijgen dat we zeker op de kritieke plekken dat echt kunnen volgen en van epoche tot epoche
kunnen zien of er iets verandert. Hè, daar zit heel veel kracht. En daar zijn we nu echt volle kracht mee bezig. Ja. Ja, ik zou afsluiten. Ik denk op radar met die keer die ik nog de land kan doen. Dus, als je die nou combineert, krijg je dan nog een scherper beeld. Dus vanaf de aarde, de grond kijkt naar gebouwen. Ja. Ja, zeker. Ja, nee, de vraag is of we een combinatie van technieken zoals met LiDAR of grondradar, of we daar meer informatie uit kunnen halen. Dat is zeker zo. Hè. Zeker bijvoorbeeld bij specifieke bruggen worden ook grondradars al ingezet om vanaf de zijkant te kijken van hoe bewegen die, hoe reageren ze op trillingen. LiDAR is eigenlijk geen radar, LiDAR is licht, hè? Dus dan meet je met een laser, maar het is hetzelfde principe, hè? Meet je ook afstandsverschillen. Dus voor sommige toepassingen is dat zeker nuttig. Ik zie het eigenlijk vooral zo dat we, een satelliet die is er nou eenmaal, dus die blijft maar data spuren. En die moeten we vooral gebruiken, dus de kracht zit hem erin dat het continu en overal dat het informatie geeft. Het is meestal niet de meest geëigende techniek voor een specifiek detailprobleem. Dus als ik eenmaal weet dat er een bepaalde brug aan het deformeren is, dan ga ik niet zeggen van nou, dat los ik allemaal met mijn satelliet op. Maar dan waarschuw ik mensen op de grond en dan zeg ik van nou, ga daar eens meten, want ik zie wat. Terwijl andersom, ze kunnen niet alle stalen bruggen in Nederland elke dag gaan meten. Dus zo zit er complementariteit in die technieken. En de uitdaging is om dat zo effectief mogelijk te gebruiken. Was de indruk die toch al een telegrafisch signaal aan het stond werd komt er een andere reflectie dan een van de zeven pieken van de drie. Ja, de vraag is hoe dat werkt met die reflecties, of elke reflectie even goed is. Ja. Ah ja, de vraag is of het signaal de grond ingaat. Wat we zien is dat hangt van twee dingen af. Dus de droogte van de grond en de golflengte van de radar. Dus we hebben bijvoorbeeld studies gedaan in de Sahara met een golflengte van 24 centimeter. Dan kijk je zo 4, 5 meter de grond in. En dan kun je ook mooie oude karavaanroutes uit de Bijbelse tijden terugtraceren. Er zijn prachtige publicaties van. In Nederland werkt dat eigenlijk niet. En dat komt voornamelijk omdat het te nat is. We hebben een vochtige bodem. En dan is eigenlijk de doordringing in die bodem is nagenoeg nul. Misschien een paar millimeter als het in een droge zomer. Maar het is wel nog steeds een open issue. Want we begrijpen het systeem eigenlijk nog niet voldoende. Maar er zijn wel testen gedaan. Je kan dingen onder de grond begraven en dan kijken of je ze ziet. En dus het is te vochtig en we hebben te korte golflengte in de meeste. Wij maken nu vooral gebruik van 5 centimeter golflengte. Wat we wel doen is bijvoorbeeld doordringen in vegetatie. Dat kan heel nuttig zijn. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een landbouwgebied hebt, of struiken of bomen, dan kun je met die lange golflengte wel gewoon dwars door de bomen heen kijken wat eronder zit. En dus daar zit wel mogelijkheid. Ja. Hoe is dat georganiseerd? Wat niet helemaal duidelijk is, de satellietoperators. Mijn naam dat er een organisatie is die de satellieten onderhouden, beheren en doen. Ja. En dan de data collecteren. Dan neemt u de data af van dat soort instanties. Hoe is dat geregeld? Ja, dus de vraag is hoe data worden verzameld, wie daarvoor verantwoordelijk is, wie het onderhoud doet en hoe dat geregeld is. Ja. Ja, de Amerikanen zijn eigenlijk ermee begonnen om te zeggen van nou, de satellieten die wij met NASA bijvoorbeeld lanceren, die zijn met belastinggeld betaald en de data moeten daarom ook vrij zijn. Europa is daar een beetje achteraan gehobbeld, maar heeft nu inmiddels ook zo'n policy. Dat betekent dat dus al die aardobservatiesatellieten die door ESA zijn gelanceerd, die data die worden gewoon vrijgegeven. Die kun je gratis downloaden van websites. En die bodemdalingskaart die ik liet zien, is ook bijvoorbeeld gemaakt met zo'n soort, dat soort data. Er zijn ook providers die satellieten gelanceerd hebben met een commercieel oogpunt. En die verkopen de data. En daar zijn ook allerlei manieren voor. Hè. Dus je kan het tegen de hoogste prijs kopen, dan heb je het heel snel. Je kan ook afspraken maken als wetenschapper van nou, we willen een project doen. Dan krijg je wat gereduceerde prijs. Maar je bent inderdaad aan het betalen dan daarvoor.
En dat soort organisaties, hè, zoals ESA, NASA, Japanners, Canadezen hebben satellieten die we gebruiken. Die zorgen voor het onderhoud. Hè, die zorgen ervoor dat die dingen blijven vliegen. En ook voor de opslag van de data. Hè, dus dat die in archieven komen en dat je daar bij komt. Ja. Je kunt er ook niet in sturen, het is altijd hetzelfde. De vraag is of je erin kunt sturen of die data altijd hetzelfde zijn. Kijk, de datasets zelf zijn natuurlijk elke keer weer anders omdat de aarde verandert. Al die dingen die ik liet zien, dus in die zin zit er echt intrinsieke informatie in die data. Want dan zou je elke keer hetzelfde meten, dan heeft het ook geen zin. Dus de radar zelf wordt bijvoorbeeld gebruikt, dat heb ik hier helemaal niet aangestipt, maar om bijvoorbeeld te kijken of er illegale visserij is op de Noordzee. Hè? Of dat er schepen varen die hun EIS, identificatiesysteem, niet aan hebben staan. Of er olieverontreiniging is op zee. Of welke type landbouw er zijn. Dus met een radar kun je ook veel meer doen dan ik hier heb laten zien. Dus in die zin is dat hele relevante informatie die continu verandert. Wat de wetenschappelijke satellieten ook hebben, is dat je soms aanvragen kunt doen van nou, ik wil eigenlijk dat de baan een klein beetje verruimd wordt. Of ik wil graag dat hij een keertje vanuit de andere hoek kijkt. Als er bijvoorbeeld een aardbeving gebeurt, zoals in Haiti, of een grotere calamiteit, dan is er een specifieke charter van de Verenigde Naties die dan ook die organisaties in staat stelt om de baan van de satelliet te veranderen. En zodat je, als die informatie nu nodig is, dan zeggen ze, nou, oké, dan gooien we alles om en dan gaan we het, dat heeft dan de hoogste prioriteit. Dus in die zin wordt er wel aangepast. Maar vanuit mijn oogpunt heb ik het liefste dat ze zo min mogelijk eraan komen. Want waar ik het meeste aan heb, is als ik de interpretatie goed kan doen. En op het moment dat die baan verandert of hij gaat in de center frequency verschuiven, krijg ik andere gegevens, maar wordt het verschrikkelijk moeilijk om dat goed te interpreteren. Dus ik ben het liefste zo conservatief mogelijk en blijf maar opnemen. Ja. Ja. Welke organisatie zorgt voor een baan veranderen? Ja. Heb je constations nodig die daarvoor zorgen? Kan die daar binnenhouden? Ja. Welke organisaties? Nou, dus voor die bodemdalingskaart die ik liet zien, hè, dat is ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Hè, die heeft een speciaal centrum in Darmstadt, dat heet ESOC, dat is het Operations Center. Daar worden dus die satellieten getracked, hè, dan zien we ook van waar zijn ze. Daar wordt ook besloten van, moet die een koers wijden. Hè, dus satellieten hebben een drift, dus die op een gegeven moment wijkt die af. En dan vuren ze de stuurraketjes eventjes af, zodat die weer terugkomt. Dus zij zijn daarvoor verantwoordelijk, dat is hun baan, zorgen dat het ding het blijft doen. ESA heeft dus in Rome een groot datacentrum waar de data in principe verzameld worden. En er zijn een stuk of 5-6 grondstations, vooral boven de polen, waar de data vanuit de satelliet naar beneden gestuurd worden. En dus elke keer dat die overkomt, is die nog aan het waarnemen, maar met een speciale K-bandantenne worden de data naar beneden gestraald, naar een grondstation. Daar wordt opgeslagen en dan weer verzameld naar de archiefcentrum. Zorg dat die satelliet even leeg lezen. Sorry? Snel even leeg lezen. Ja, exact. Ja, dat moet. Ja, het zijn petabytes en petabytes voor die naar beneden komen. Dus dat kan die niet aan boord opslaan. Dus het moet eigenlijk elke baan moet het op verschillende plekken moet het naar beneden gestuurd worden. Ja. Ik denk dat tijd verstreken is. Prima. Ik wil even vragen aan Sonja, zijn er vragen in de chat? Ik heb geen vragen gezien. Oké. Maar misschien hebben jullie nog kans, hè? Als die mensen die online zijn. Ja. Je kunt hand ook een gewone vraag stellen, maar ik zie. Oké, dus na de tweede lezing. Misschien kom later. Ja. Is er gelegenheid om vragen te stellen verder? Ja. Ik stel voor dat we nu overgaan naar het volgende. Ja. Oh ja. Dank u wel. Oké, we moeten even.
computers gewisseld. Ik hoop dat dat goed gaat. Ondertussen kondig ik even aan. Professor Doelman, die gaat ons iets vertellen over satellietcommunicatie met Dick. En Dick Doelman is senior scientist bij TNO, het departement optomechatronica. De sound is weg. Hallo, weet je niet dat jullie kunnen mij horen? Er is geen geluid online. Kunnen jullie mij misschien horen? Er is geen geluid meer. Ik kan je horen, Rita, maar ik kom geen geluid van de presentatiekant. Nee, ik ook niet. Ik ga proberen contact te nemen met de mensen via telefoon. Zo. Ja. Nou, is oké. Als je de camera ook aanzet, dan hebben we. Ja. Oh, die wil ook nog. Ja. Oh, dat is oké. Okay. Ja, nu zijn we. Kijk. Ja, we zijn in business. Dan zou het zo moeten werken. Ja, dat werkt goed. Goedenavond, Nick Doelman. Dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te staan. Voor mij een heel nieuw publiek. Dat is ook spannend. Ik neem aan, en misschien blijkt het uit de vraag of niet, dat u goed bekend bent met draadloos communiceren. Of in ieder geval met radiogolven. Dat is mijn vertrekpunt. En goed, ik ga niet al te diep in. Ik zal een nadruk leggen op wat er gebeurt als je met optische golven gaat communiceren. Dus de kansen ermee, maar ook de uitdagingen die je hebt om dit tot een volwassen product te brengen. Indias vertelde al over Starlink en over optische communicatie tussen satellieten. Ja, dat ga ik behandelen. Zei je dat het tussen satellieten wat minder interessant is, althans voor mij, maar meer van aarde naar satelliet en terug. Daar zitten vooral de grootste uitdagingen.
ik werk 80% bij TNO, dus ik denk bekend TNO natuurlijk, maar toch even voor duidelijkheid. TNO is een onafhankelijke toegepaste onderzoeksorganisatie op allerlei domeinen. Het grootste deel van de inkomsten van TNO komen uit contractonderzoek. En een percentage, staat die 30%, komt van de Nederlandse overheid. Er werken 3000 mensen, onderverdeeld in een aantal units met allerlei activiteiten. Ik zit zelf bij de unit industrie. En die werken dus voornamelijk om de Nederlandse industrie verder te helpen met nieuwe technologie en hun concurrentiepositie te verbeteren. Goed. Ik zal laten zien wat het potentieel is van het gebruik van optische golven voor draadloze communicatie. Als vergelijken met radiofrequenties. Ik zal wat uitdagingen laten zien. Daar ga ik vrij diep op in. Dat is het middenstuk. En mocht dat lastig zijn, aan het eind kom ik weer terug met plaatjes en filmpjes. En wordt het wat lichtvoetiger. Maar ik wil graag laten zien wat het verschil is en wat voor uitdagingen je hebt in optische golven. In vergelijking tot radiogolven. Wat is aan de hand? Het plaatje rechtsboven is al getoond. Zij is complementair. Dit is niet de transmissie, maar de complementaire ervan. De snelste radiobanden nu werken met golven van 10 mm tot zeg 10 mm. Dus de EAF en de TRAF-band hebben deze hoge frequenties en dus korte golflengte. Hele andere golflengte dan in de vorige presentatie. Het grappige is trouwens dat je in radiofrequentiedomein praat je over frequenties. En als je in de optische golven gaat, praat je in één keer niet meer over frequenties. Dat gebruikt haast niemand. Iedereen praat over golflengte. Dat is een interessante switch. Dus als je kijkt naar wat voor optische golven zijn nou geschikt, wat voor frequenties, wat voor golflengte kun je nou gebruiken. Dan kijk je even naar het plaatje rechtsboven. Dan kom je bij in het nabije infraroodgebied. Bij 1550 uit en daaromtrent 1060. Dat zijn momenteel de banden waarnaar gekeken wordt om optische draadloze communicatie te bewerkstelligen. Dat is dus, even snel afgerond, een factor 1000 keer kortere golflengte of 1000 keer zo hoge frequentie. Dat is nogal wat, dat is nogal een stap. Bijvoorbeeld de band bij 10 micron, die slaan we voor het gemak even over. Dus dat belooft wat. Als je in één keer 1000 keer zo snel gaat, nou. Wat houd je tegen? En als je natuurlijk de basisregels uit de communicatietheorie pakt, de Shannon. De bandbreedte is belangrijk. Nou, als je in één keer 1000 keer snel gaat, is het in één keer genoeg bandbreedte om al je data kwijt te kunnen. Is er geen gevecht meer om die band te kopen. Die kan je gang gaan. En als je dus die signaal-ruisverhouding op orde houdt, dan kan de capaciteit van je kanaal een grote sprong vooruit. Het is natuurlijk belangrijk als je kijkt naar een signaal wat voor transmissiecoëfficiënt je hebt. Maar ook hier als de golflengte een factor 1000 omlaag gaat. Gaat het goed? De slides komen niet door in Teams. En je scherm moet delen. Als je je scherm deelt in Teams. Ja, maar dat heb ik gedaan. Maar goed. We zitten altijd in slide 1, Nick. In de titel. Weet je niet wat aan de hand is? Hij wordt zo. Oh, hij loopt niet mee. Links van het rode knopje, rechtsboven. Kijk naar de andere kant. De rechterkant van je scherm. Deze? Ja. Dan moet ik het denk ik anders doen. Deze pakken. Oh ja, nu is goed. Ja, nu zijn we. Alleen is niet in presentatie mode, ja. Maar... Ja. Wordt het nu wel gedeeld? Ja. Nou, mijn excuses. Ik dacht dat het voor elkaar was. Goed. Dus ik zei, de transmissiecoëfficiënt gaat ook sterker omhoog. Simpelweg omdat de golflengte veel korter is geworden. En als je dan nog een redelijke afmeting houdt van je zender en ontvanger, dan krijg je een hele gunstige transmissiecoëfficiënt. En dat betekent in praktijk dat je in theorie natuurlijk, of in praktijk, in theorie, dat je een veel hogere datasnelheid zou kunnen halen. Met een redelijke transmitter en receiver afmeting. Omdat je bundel veel minder divergeert, dat is golflengteafhankelijk, veel compacter blijft, is het moeilijker om
data af te luisteren of te verstoren. Of, ja, af te tappen. Het geeft bovendien de mogelijkheid om quantum key sleutels, quantum sleutels te versturen. Daar kom ik later op terug. Dat is een grote stap in een veilige communicatie. Kleinere golflengtes zou betekenen kleinere optische terminals, lager gewicht, misschien minder kosten. Dat is ook een belofte. Is genoeg bandbreedte. En je hebt al een optisch fibernetwerk op aarde. Dan kan je mooi op aansluiten. Dus optische golven worden al gebruikt. Het is een mooie enabler voor het space network. Uitdagingen zijn, al genoemd in het begin volgens mij, de vorige presentatie. Als je wolken hebt, je moet een heldere zichtlijn hebben. Als er dus spullen tussen staan, wolken, gebouwen of iets anders, dan is je verbinding verbroken en heb je geen datacommunicatie meer. Dus in het geval van wolken en je wil communiceren van aarde naar een satelliet, dan zou je moeten switchen. Dat betekent dat je een netwerk van grondstations neerzet. Een zeker statistische benadering, waarbij je met een grote kans in ieder geval één station kan vinden wat een heldere link heeft naar de satelliet. En dus kan je, als de wolken doorlopen, kan je switchen van grondstation. Je hebt een veel kleinere spot. Dat betekent dat richten, pointing, veel belangrijker wordt. Een kleine pointingfout betekent dat de bundel opzij gaat en je mist een groot deel van je energie. De atmosfeer gedraagt zich anders bij andere golflengten. Je hebt altijd absorptie en verstrooiing. Maar met name turbulentie geeft je wel een probleem. Dus laten zien in vrij veel detail dat turbulentie geeft je fluctuaties in ontvangen intensiteit. Het geeft je het dansen van de bundel in het ontvangervlak. En de bundel zou, naast dat het divergeert, extra breed worden. Dus een extra verlies. Meer infrarood licht. Je hebt met oog veiligheid te maken. Die eisen die staan hier weergegeven. Dat scheelt nog halve 1064 en 55. Dat is de gevoeligheid van het oog. En 1000 watt lijkt heel veel. Maar ik zal een voorbeeld laten zien waarbij we vrij dicht bij die 1000 watt gaan komen. Bepaalde technologieën moeten nog ontwikkeld worden. Dus van de lage TRL. Er zijn geen standaards, hoewel er hard aan gewerkt wordt. Dus die komen eraan. Je zal een aparte conversie moeten doen tussen RF en optiek. Simpelweg omdat het... Het optisch systeem gaat niet het RF vervangen. Het is een additioneel stukje netwerk. En je zal altijd interactie hebben tussen de twee. Als laatste noem ik hier dat hoge datasnelheid is leuk. Maar je moet het maar kunnen verwerken op een satelliet. En als je bijvoorbeeld een feeder link maakt, zal ik laten zien, die op 1 terabit per seconde mikt. Dan heb je wel een processing probleem aan boord van een satelliet. Ik zal twee voorbeelden laten zien van systemen die al operationeel zijn. De eerste, de trots van Airbus, is het EDRS, het European Data Relay Satellite System. Airbus laat zien, dat is een reclameplaatje eigenlijk van Airbus, hoe trots ze zijn op dit systeem. En met name laten ze zien dat het sinds 2016 zeer betrouwbaar gewerkt heeft. Typische snelheden van links zijn 1,8 gigabit per seconde. En de data komt van LEO-satellieten in LEO-orbit, 500, 700 kilometer. Die sturen de data naar een GEO-relay-satelliet in een geostationaire baan. En de LEO-satellieten ontvangen die data weer van andere vehicles of vliegtuigen. Dat zou misschien ook wel, ik weet niet of het exact is, Ramon, data van GEO-remote sensing kunnen zijn. ander voorbeeld is een stukje verder, een Lunar Link. Dat is een project samen van NASA en ESA geweest, waarbij een maanorbiter LADEE data stuurde naar het grondstation van ESA op Tenerife. Wat je ziet is een halve watt aan optisch vermogen op de satelliet, dat is vrij veel, maar ook een afstand van fors, 400.000 kilometer. En dan wordt er een aantal megabits per seconde gehaald. Met typische afmetingen voor optische communicatieterminals van 10 centimeter aan boord van de satelliet en een meter op het grondstation. Een halve watt
bij het vertrek. Het linker plaatje laat zien wat er overblijft. Dat is nog geen nanowatt. Dus je ziet hier in rode fluctuaties van de vermogen bij de ontvanger. Het is klein en het fluctueert ook. Dat is een effect van met name van de atmosferische turbulentie. Ook weergegeven in het histogram rechts, waar je de verdeling ziet van de verschillende vermogens op verschillende tijdstippen. Goed. Ik wil nu wat dieper ingaan op de uitdagingen van optische communicatie van grond en satelliet en vice versa. En dan zal ik met name inzoomen op de optische aspecten. En dus een soort physical layer perspectief geven. Ik ga niet zo erg in op de data layer en helemaal niet op de netwerk layer. Ik blijf bij optomechanica en alle uitdagingen daaromtrent. Het voorbeeld wat ik genomen heb is een link van aarde naar een LEO orbit. In dit geval op 500 kilometer. En dat sluit mooi aan bij de introductie van Injas die al meldde over Starlink. En over de dromen van Elon Musk, een groot space netwerk met allerlei nodes die een broadband service leveren met een korte latency, een korte vertraging. Maar in eerste instantie zou je misschien denken, wat is nou het kortste, wat is nou sneller dan een zeekabel met fiber van bijvoorbeeld van Londen naar New York, een plaatje boven. Dat is de kortste afstand, dat zal de snelste binnen zijn. Nee, want de lichtsnelheid in fiber is een stukje lager dan de lucht. Twee derde, laten we zeggen. Dus als je in staat bent om een array te nemen van LEO-satellieten, zoals het plaatje hieronder, en desondanks een langere afstand te pakken, 1000 kilometer langer, ben je toch in staat om 12 milliseconden sneller te zijn. En voor bepaalde toepassingen is 12 milliseconden heel veel waard. Goed. Ik ga nu even in dieper detail. Ik zal een linkbudget laten zien en een aantal posten in dat linkbudget doornemen. Om aan te geven waar de crux zit van de uitdagingen en wat je wel en niet kan doen. En wat voor, hoe de verschillende posten op elkaar ingrijpen. Ik heb het linkbudget in drie onderdelen verdeeld. Geometrische effecten, waarschijnlijk bekend bij jullie. Wat optische fouten die in het systeem voorkomen, dat heeft een effect. En de effecten van de atmosfeer. Nou, geometrisch. Je hebt de effecten van de antenna gains, denk ik bekend. Functie van de afmeting en de golflengte. En de free space loss, gewoon de propagatie over een zekere afstand. Dat werkt andersom, dat gaat flauw, afhankelijk van de afstand en de golflengte andersom. Voor optische golflengte 1550 krijg je typisch naar een LEO-satelliet 250 dB verlies voor je propagatie met je antenna gains. Maak je dat ruimschoots, of bijna weer goed moet ik zeggen. Met typische afmetingen van aperturen. Dus ik weet dat bij radiofrequenties heb je nog een grotere telescopen. Optisch op de grond is een meter, daaromtrent is gewoon. En 4 meter is al groot. En in de ruimte op een satelliet is 10, 20 centimeter acceptabel. En als je echt groot wil, dan heb je een meter. Een kostbaar space object, moet ik zeggen, van een meter. Dan typisch, je optiek is niet ideaal. Het heeft wat fouten. En bijvoorbeeld een golfrondfout van 200 nanometer, wat heel regulier is, geef je 3 dB extra verlies. Ik zei al, pointing is essentieel in deze, omdat je bundel in feite veel kleiner geworden is. Natuurlijk de mispointing, de boresight error, dat geeft je een fout en dus een extra verlies. En de jitter daaromheen geeft je een additioneel verlies. Bovendien geeft dat intensiteit fluctuaties. Ook vervelend. Dan atmosferisch. Je hebt absorptie en verstrooiing door allerlei deeltjes, moleculen, aerosolen. Dat telt netjes op, dat cumulatief over het hele pad. Het effect daarvan is meestal beperkt bij redelijk zicht. Je hebt dan geen mist of zo. 1 of 2 decibel verlies. Now last but not least, turbulentie. Wat ik wil uitleggen, turbulentie ontstaat door variaties in temperatuur en druk in de lucht. Dat leidt tot variaties in de refractieindex, de optische refractieindex voor optische golven. Nou, rechtsboven ziet hij een profiel van die fluctuaties als functie van de hoogte. En dan ziet hij dat met name dicht bij aarde zijn die fluctuaties het grootst. Dus de grondlaag van turbulentie is dominant.
En soms heb je ergens een hiccup bij 10 kilometer of 12 kilometer. Een extra effect. Maar het valt netjes af. En bij 20 kilometer daarboven kan je het gewoon verwaarlozen, het effect. De spatiale spectrum heeft een soortgelijk gedrag. De lage frequenties zijn het, worden het meest aangetast. En de hoge frequenties komen een stuk minder voor. Dat leidt tot de volgende effecten op de optische bundel. Je krijgt dat de bundel meer spreidt dan volgens de theoretische diffractie. Dat is extra verlies. Je krijgt onnecessaire scintillatie, dat is intensiteitsfluctuaties. Die ontstaan door propagatie van fasefouten. Dat is vervelend. En je krijgt dat de bundel gaat dansen in het ontvangervlak. En dus dat je dus tijd naast je ontvanger zit. En dus een zwaar verlies kan leiden. Dat leidt tot fades. Dus een fading channel wordt het ook wel genoemd. Die twee effecten heb ik genoemd. Hangt af van de turbulentiesterkte. Onder welke hoek je communiceert. Is het zenuw recht omhoog? Dat is gunstig. Lage elevatie, dus net boven de horizon, is een lastige situatie. Hangt af van de afstand, uiteraard. Hangt af of je omhoog gaat. Dus eerst de turbulentie tegenkomt en daarna vrij van propageren. Of andersom, eerst vrij naar beneden en dan het laatste stukje turbulentie. Een uplink is ongunstiger. Hangt af ook van de bundelgrootte. Hoe groter de bundel, hoe meer last je gaat krijgen. En ik laat hier zien in het rechter plaatje een histogram van intensiteitsfluctuaties die je bij een typische situatie hebt. Voor beide curves is het gemiddelde 1. Dus 10 tot en met 0. De blauwe situatie is relatief gunstig met relatief beperkte fluctuaties. De rode is hetzelfde turbulentieprofiel. Ik heb alleen op de 10 kilometer laag de sterkte wat vergroot. Dan zie je dat de waarschijnlijkheid voor lage intensiteiten vrij groot geworden is. De kans op fades, op tijdelijke het instorten van je signaal, vrij groot is. Een ander effect van turbulentie, dus naast die intensiteitsfluctuaties, zei ik al, zijn golfontfouten. Het hoeft niet heel erg te zijn. Echter, in bepaalde situaties wil je je signaal niet converteren naar een elektrisch signaal, maar wil je het doorvoeren in een fiber. En als je een mooie optische bundel, of als je een optische bundel in een fiber wil koppelen, moet die wel netjes zijn. Het plaatje onder laat zien, aan de linkerkant, dus plaatje A, B en C, laat zien dat er zijn geen fouten, de bundel is onverstoord. Je krijgt een mooie spot in de afbeelding, een mooie match met de fibermode en dus heb je nauwelijks verlies. En de theoretische waarde is dat je een efficiëntie hebt van 0,81. Dat is mooi. De middelste kolom en de rechter kolom, dus plaatje D en G, zijn wel verstoorde golven. Geven dus een verstoorde afbeelding, een verstoorde spot. En dan zie je dat de match met de fibermode ons een keer slecht kan zijn. Als je hier niks aan doet, dan leid je 10 tot de wees verlies. En is de enige oplossing dat je je bundelverstoring moet corrigeren. En hoe kun je dat doen? Met het principe van additieve optiek. En dat komt uit de astronomie. In de astronomie maken ze telescopen van 10 meter. Zelfs tot aan 40 meter. Dan heb je veel last van turbulentie. Als je daar niks aan doet, dan haal je een resolutie die past bij een telescoopje van een halve meter of nog kleiner, 20 centimeter. Dus je moet die verstoorde bundels moet je corrigeren. En dat doe je met deze technologie. En ik kan het uitleggen, maar ik heb eigenlijk gewoon een filmpje die het laat zien. Dit heb ik geleend van mijn astronomische vrienden. Dit is een lichtbundel. Die komt op Hawaii aan. De telescoop op Hawaii. Hij komt hier wat binnen op de telescoop. Je ziet hem lopen, hoop ik. Nou, er zijn een aantal reflecties op spiegels. En dan komt het in het processing gedeelte. Even switchen. Daar komt de bundel aan. Die wordt getransporteerd door een beam splitter. Hier is de blauwe bundel wordt gebruikt. De rode gaat door naar de detector. Dat zit er onderaan. En dat signaal van de detector komt op de monitor. En dan ziet hij de afbeelding van de ster. Of het stabiele object. Nou, het ziet er niet uit.
De blauwe bundel geeft informatie over wat de verstoring is. Dat is de golffront sensor, heet dat. Dus hier zit die visueel de golffronten die verstoord zijn aankomen. Die informatie gaat, als de lus gesloten wordt, naar een deformeerbare spiegel die een inverse deformatie aanbrengt op de golf, zodat de som van de twee weer netjes bijna vlak is. Een vlak golffront betekent gelijke fase, geen verstoring en dus een mooie afbeelding. Maar de lichtsnelheid is in praktijk wat hoger, maar hier zit hij nou, het effect van een deformeerbare spiegel en een mooie afbeelding van het object. Nou, die technologie kan je in astronomie toepassen en wordt gebruikt al tientallen jaren. Die kan je ook hier toepassen in optische communicatie. Ik ga even terug naar een linkbudget. Ik weet niet of deze getallen te lezen zijn, ik hoop het wel. De geometrische effecten voor zo'n link met een ontvanger van 40 centimeter op het grondstation geef je een overall effect van 24 decibel. Prima. Dan voeg ik daaraan toe de fouten die typisch voorkomen in het systeem, 100 nanometer fout in de optiek, zowel bij de zender als bij de ontvanger. 2,5 microradiaal fout in mijn pointing systeem, zowel offset als in jitter. Geef je een kleine post, extra post aan verlies. Voeg ik daaraan toe de atmosferische effecten. Nou, absorptie en scattering, een beetje als golffrontfout, dus de koppeling naar de fiber, nog 2 dB. Dat komt omdat ik mijn additieve optiek systeem heb aangezet. En dat heeft een efficiëntie van 75%. Zou ik dat niet doen, zou die fout van die golf van, het verlies moet ik zeggen, van de golffrontfout veel en veel groter zijn. Nou, intensiteitsfluctuaties. Kom je totaal uit op 30 dB verlies. Nou, dat is een hele gunstige situatie om met een relatief kleine laser aan boord van de satelliet nog een mooi signaal over te houden en een gunstig signaal ruisverhouding te houden te hebben op je detector op aarde. Dit is voor Zenith. Dus als de satelliet recht boven het grondstation staat. Nou, daar staat hij vrij kort. Sterker nog, daar is de relatieve snelheid het hoogst. En naarmate hij meer naar de horizon verdwijnt, lijkt hij langzamer te bewegen. Althans voor de observer bij het grondstation. Wat gebeurt er als je onder 20 graden elevatiehoek kijkt en dan communiceert? Nou, ten eerste wordt het pad langer. Het pad gaat van 500 kilometer naar 1200 kilometer in dit geval. Dus dat geeft je extra verlies, 7 dB. De optische fouten zijn onveranderd. Je hebt wat meer absorptie. De golf van het fout neemt sterk toe. Simpelweg omdat turbulentie, het pad van turbulentie langer wordt. Dat leidt zowel tot fasefouten als tot intensiteitsfluctuaties. Al met al heb je dus het verschil tussen zenithcommunicatie en 20 graden elevatie, 13 dB extra verlies. Daar moet je wel rekening mee houden in je ontwerp. Dat zou kunnen betekenen dat je systeem ontwerpt voor die moeilijke situatie en dat je dus eigenlijk marge overhoudt als je recht omhoog communiceert. Of je zou adaptief kunnen aanpassen met data rate. Is dan laag, hoger, hoger, hoogst, lager, lager, lager. Dan kan je aan gelang je kennis hebt van de situatie, kun je dat aanpassen. Wat zal er nou gebeuren als je de ontvanger 2 keer zo groot maakt? Nou, dat is natuurlijk duidelijk wat geometrisch gebeurt. Win je 6 dB 2 keer zo groot? 6 dB, oké. Echter, met een grotere ontvanger haal je ook meer problemen op de hals. Het atmosferische gebied. De golffrontfout wordt veel groter. Dus de koppeling aan de fiber gaat veel slechter. Extra verlies. De fluctuaties in intensiteit nemen sterk toe. En dus, ondanks het feit dat je je ontvanger 2 keer zo groot gemaakt hebt, in diameter, heb je maar een beperkte winst in je linkbudget. Dus die atmosferische effecten, die werken tegen je dan. En dan moet je of je systeem beter maken, of allerlei trucs uithalen om die intensiteitsfluctuaties aan te pakken. Ik zal laten zien wat er gebeurt met de bundel zelf. Dit is de ideale spot bij een kleine ontvanger. Een ERI-spot heet die. De ring eromheen, laten we zeggen, is de detector. En als je nu kijkt wat de afbeelding doet van de verstoorde bundel, dan krijg je dit effect. Dus de spot zelf is redelijk intact. Die wordt soms wat vervormd, maar die is redelijk intact. Hij danst echter
omheen. Dus instantaneel kan je behoorlijke verliezen hebben. Ik heb nog een plaatje. Ik heb nog een plaatje van hoe de identiteit zich gedraagt. Dus de blauwe lijn is de ideale situatie. En de rode lijn zijn de fluctuaties in ontvangen vermogen over de tijd. En die fluctuaties zijn dus behoorlijk hoog. Als je nu je apertuur 4 keer zo groot maakt, nou, dan gaat je resolutie op 4 omhoog, dus die spot die is 4 keer klein geworden. Nou, dat is logisch, dat is de basistheorie. Echter, de afbeelding door turbulentie heen ziet er dan zo uit. Dus de hele spot is verdwenen, is verdeeld in allerlei kleine spotjes, dat danst eromheen. De bundel is nauwelijks meer herkenbaar. En als je dan kijkt naar de verdeling van intensiteit over de tijd, dan zie je weer in blauw de ideale situatie en in rood de effectieve situatie. Dus het niveau is gezakt gemiddeld. De fluctuaties zijn ook afgenomen. Dus een grotere apertuur geeft je extra fout en een lager en meer verlies. Maar de fluctuatieintensiteit zijn wel afgenomen. Dat is een tegenwerkend effect. Goed, dat was voor een link van een Leo-satelliet naar aarde. Ik ga nu andersom werken. Ik ga van de aarde naar een Leo-satelliet. Door hetzelfde pad. En kijk wat er gebeurt. Dus ik had een 80 centimeter ontvanger op aarde, wordt nu mijn zender, 80 centimeter. En ik heb een 50 centimeter ontvanger op het satelliet. Als je hetzelfde sommetje doet voor de uplink, dan zie je een dramatisch effect. Dus geometrisch verandert helemaal niks. De eerste post verandert niet. De tweede post, de pointinggevoeligheid, laat zich hier gelden. Ik heb een grote transmitter. Dat betekent dat ik een hele lage divergentie heb. Dus een kleine spot relatief. Als je dus mispoint, heb je daar heel erg veel last van. Nou, dat zie je in dat middensegment. Krijg je in één keer 30 dB fout of verlies voor die posten. En de atmosfeer laat zich gelden. De golf van het fout en de koppeling naar de fiber is geen issue hier meer. Simpelweg met de correlatielengte, dat is een lang verhaal. Maar van grond naar aarde heb je daar geen last van. Echter, de bundel wordt wel veel groter. En ook de fluctuaties in intensiteit zijn fors geworden. Dus dit is totaal geen goede geometrie voor de omgekeerde richting van communiceren. Als je nu je zender 4 keer zo klein maakt, dan krijg je geometrisch is dat lastig, onhandig, want dan verlies je 12 dB in efficiëntie. Echter, de gevoeligheid voor richtfouten is veel minder geworden, het middensegment. En ook de effecten van de turbulentie zijn een stuk omlaag gegaan. Dus ondanks het feit dat je zender 4 keer zo klein maakt in diameter, win je 30 dB in je linkbudget. Dat is... Eerst dat ik het zag, was het behoorlijk onverwacht, moet ik zeggen. Wat er overblijft, is dat je iets moet doen aan die intensiteitsfluctuaties. Die fading, het fadinggedrag van je kanaal. En er zijn diverse methoden. Ik heb additieve optiek laten zien als één van de methoden, puntje 3. Je apertuur groter maken, dat geeft meer middeling, maar heeft averechtse effecten op de golfontvouwt. Wat ik niet besproken heb en wat volgens mij in RF-wereld ook veel gebruikt wordt, is diversity. Dat betekent in feite dat je hetzelfde datapakket op verschillende manieren over verschillende kanalen probeert te sturen. En in dit specifieke geval zou dat betekenen dat je misschien een set van kleine transmitters naast elkaar zet, die allemaal dezelfde data stuurt, wel door een ander deel van de atmosfeer, zodat het effect van de turbulentie wordt uitgemiddeld, uitgesmeerd. Je kan het natuurlijk doen met interleaving. Je weet dat de fades duren tussen de milliseconden en 10 milliseconden. Als je dan je datapakket verspreidt over verschillende momenten, dan wordt het niet in één keer door die hele fade weggevaagd. Dan wordt de pijn verdeeld, zeg maar. En dan kan je met error correction de rest van de fouten wegwerken. Dat is een succesvolle techniek. Het nadeel is natuurlijk wel dat je daardoor, dat die fades relatief lang duren, dat je een extra 10 milliseconden vertraging aan je systeem toevoegt. Als laatste optie, meer van een hoger niveau. Je kan zeggen, als die link zo slecht is tijdelijk,
zoek ik een andere link op die veel gunstiger is. Door network orchestration. Dus als ik het uitdruk in termen van het histogram, we hebben de blauwe lijn, die is ongunstig. Er zit veel waarschijnlijkheid om lage niveaus te krijgen. We willen eigenlijk naar de rode toe. Ze hebben allebei hetzelfde gemiddelde, voor de duidelijkheid. 1. Dan kan je proberen om die curve te verbeteren door technieken om de verstoringen te onderdrukken. Autodidactiek of spatial diversity. Je kan leven met de curve en gewoon de fouten behandelen zoals je op je beste manier. Of je kan een betere curve gaan zoeken op een andere plek. Network orchestration. Ik heb hier een aantal uitdagingen genoemd. Ik heb ook heel veel niet genoemd. Daar vind ik het hier veel te kort. Het is een lange lijst. Wat je kan noemen is dat er erg veel interesse is om slimmere bundels te genereren die minder gevoelig zijn voor turbulentie of die nog een lagere divergentie geven. Er is veel interesse om grote transmitters en zenders en ontvangers te maken op satellieten. Dat heeft alleen maar voordelen, alleen gewicht en prijs zijn de limiterende factoren hier zo. Thermomechanische deformaties betekenen dat je over de tijd dat je systeem een beetje misaligned wordt, zo noemen we het in het Nederlands. Niet goed afgesteld staat, geeft je extra golfgrond, extra fouten, extra verlies. Diversity approaches, dus manieren om op basis van diversiteit, spatieel, temporeel, misschien ook wel spectraal, de effecten te dempen die je in je kanaal hebt. Slimmere error correction algoritmes die voor dit specifieke soort kanalen ontworpen zijn. In het signaalruisblok heb ik niet zo genoemd nog. Maar als je praat over quantum sleutels versturen, dan praat je over fotoniveau. Dat betekent dat je single photon bronnen moet maken. Daar zit nog veel ruimte in voor ontwikkeling. En ook aan de detectiekant is er veel ruimte om betere detectoren te maken die of op hogere temperaturen kunnen werken, of die minder ruis toevoegen, of die sneller kunnen werken. En als je praat over integratie, dus laag gewicht, laag volume, dan is fotonische integratie is het veld om verder te exploreren. Wat gebeurt er in Nederland? Even twee projecten in Nederland. Vorige maand werd bekend, de tweede tranche van het Groeifonds bekendgemaakt door de minister. Daaronder zat het Next Gen High Tech voorstel. Wat voor 450 miljoen euro gehonoreerd is. In dat Next Gen High Tech zitten 6 applicatiegebieden en laser SATCOM is er 1 van. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws voor Nederland en voor alle mensen betrokken bij laser SATCOM. Biedt een enorme kans om de positie die Nederland momenteel heeft, in ieder geval te waarborgen in concurrentie met andere Europese partijen, Chinese partijen, Amerikaanse partijen, en eventueel uit te bouwen. En je ziet verder dat in het hele proposal zitten honderden bedrijven, ja, 189 SME's en 130 grote bedrijven. Dus een enorme mobilisatie van innovatiekracht om Nederland verder te helpen in dit vakgebied. Dan, op lager TRL-niveau is er het MWO-programma ook begin dit jaar gestart op de Optical Wireless Superhighways. Er zitten 5 universiteiten in met 15 PhD-studenten. Die gaan werken op allerlei aspecten van optisch draadloos communiceren. Niet alleen aan satellieten, ook kortere afstand, horizontaal. Zelfs binnen, Li-Fi bijvoorbeeld. Een zeer interessant programma, moet ik zeggen. En ook daar zitten 20 geïnitieerde partijen die als users optreden. Even naar TNO. TNO heeft een soort gidsfunctie hier gepakt. We zijn al sinds 2015 bezig in het veld. We hebben de Nederlandse industrie een beetje meegekregen. En het Groeifondsvoorstel is volgens mij een mooi voorbeeld van hoe dat gelukt is. Waar werken wij in Delft aan? Allerlei links. Dit is tussen Leo-constellaties, de inter-satellite links. Van Leo-satellieten naar beneden. Dit is een goede techniek, denk ik ook, om data van geo-observatie naar beneden te krijgen.
Ramon, je noemde hoeveel byte kon er aan boord blijven? Nou, als je er snel vanaf wil, kun je ook optische verbindingen gebruiken. Van Cube-satellieten naar beneden. Via links naar geosatellieten. Verder weg naar maanmissies of andere wetenschappelijke deep space missies. Van vliegtuigen naar geosatellieten. Pseudosatellieten, HAPS. Zelfs van horizontaal hebben we een project momenteel. Van drones. En andere naar schepen. En een aantal projecten waar het gaat om het verspreiden van quantum sleutels. Ik wil gezien de tijd even deze overslaan. Nou goed, dit is de acquisitiefase en dan gaan we communiceren. Ik ga even niet uitleggen wat hier allemaal staat. Dit zijn een aantal systemen die in ontwikkeling zijn of al ontwikkeld zijn. Variërend van space terminals tot grondstations tot subsystemen zoals een multiplexer. Deformeerbare spiegel, een fine steering mirror. Ik ga een aantal van deze in meer detail laten zien. Ten eerste noemde ik al de feedlink van grond naar geosatelliet. Het doel is hier om een terabit per seconde watersnelheid te halen. En daarvoor is het corrigeren van de bundel vooraf, dus precorrectie met additieve optiek voordat de bundel vertrekt van het grondstation en dan door de atmosfeer loopt. En dan hoop je dat je precorrectie en je echte verstoring samen een klein effect opleveren. Dat is essentieel in dit systeem. 13 kanalen naar boven, elk 100 gigabit per seconde en elk 50 watt. Dus 13 keer 50, 650 watt is nodig om die 1 terabit op die satelliet te krijgen. Dat betekent ook dat je multiplexer niet meer in fotonica kan, maar in bulkoptiek. En bleek dat de bulkoptiek betekent dat de multiplexer vrij fors werd. Is niet een heel groot probleem, want we zijn nog op aarde. Maar goed, dat is wel een complicatie. Het is een project wat door TNO geleid wordt, maar samen met allerlei industrieën, onder andere Airbus, VDL, Demcon, Hightech, wordt uitgevoerd en gesponsord door ESA. Wat andere data, de ontvanger op aarde is 600 mm. En om redenen getoond in het eerdere van dit verhaal is de zender maar 200 mm, maar wel twee keer uitgevoerd. Hier geef ik dat plaatje. En rechtsonder ziet hij de optische bench, de waar allerlei optiek staat. Dit ding is de deformeerbare spiegel die de bundel pre-corrigeert voordat hij vertrekt van het grondstation. Dan hebben we de vliegtuigterminal, de Airborne NCT Demonstrator. Die verstuurt data van het vliegtuig direct naar de geosatelliet. Zoals EDRS, getoond in het begin van dit verhaal. De grote uitdaging van dit soort systemen is de stabiliteit en de pointing, het richten van de bundel. Het vliegtuig gaat bewegen natuurlijk, er zit allerlei trilling aan boord. Dus de kans dat je het satelliet mist is nogal groot. Daarvoor hebben we veel moeite moeten doen om dat hele systeem onder controle te krijgen, waarbij we een tool hebben ontwikkeld dat zowel de optiek, de mechanica, de dynamica en de controle in één stap modelleert, om zomaar die pointing uitdaging onder controle te krijgen. Dit is een steering mirror, dus in feite de spiegel die de bundel richt op de ontvanger. Die is in huis ontwikkeld en wordt verder gecommercialiseerd door Demcon. Dat is een mooi ding. Hij is klein, lichtgewicht en snel. Wat wil je nog meer? Zou ik zeggen. Als uitsmijter wil ik laten zien iets over veilige communicatie met quantum sleutels, quantum key distributie. In de cryptowereld is het altijd Alice en Bob die willen communiceren. En je hebt Eve, die wil de boel afluisteren als eavesdropper. Nou, met QKD, Quantum Key Distribution, kan je dat doen op een veilige manier over een onveilig kanaal. Je hoeft het kanaal niet te beveiligen of te bewaken. Je kan een sleutel veilig verdelen tussen Alice en Bob. En dan daarna communiceren met die sleutel.
Dat betekent wel dat je hele speciale optiek moet maken, want dit gaat op single foton niveau. Dus elke foton bevat een bit, qubit. En natuurlijk, fotoniveau is een superlaag energieniveau. Je zal links en rechts wat foto's verliezen. Maar overal kan je een sleutel verdelen tussen Alice en Bob. Nou is met fibers het probleem dat het verlies toeneemt met de lengte van de fiber. En na een kilometer of 100, 200, misschien 300 als je een dure fiber koopt, is de signaal weg. En je kan niet zeggen wat je normaal gesproken wel eens doen, is de signaal weer versterken en herhalen. Want dan ben je met quantum informatie ben je dan je veiligheid kwijt. Dus quantum repeaters zijn er momenteel niet. Of zoals ze nu zijn, zijn ze een no-go. Dan ben je je veiligheid kwijt. Dus als je over grote afstanden, dus als Alice en Bob ver weg zitten van elkaar, dan zou je het anders moeten bedenken. En dat is de ruimte. Ga je via satellieten ga je de sleutel verdelen. En het linker plaatje ziet die schema's. In eerste instantie stuurt de satelliet de sleutel naar Alice. Links, dan rechts naar Bob. Daarna vergelijken Alice en Bob hun sleutels en zien welke bits te matchen. En als ze onderweg bits verloren zijn, dan hebben ze gewoon minder bits. Dan moet je een langer ruwe sleutel sturen. En zo heb je de sleutel die je wilde en die volledig veilig is. Als er afgeluisterd wordt, heb je dat door. Dan merk je dat. Dat is aangetoond al in 2016 door onze Chinese collega's. Die de missie, de Quest-missie lanceerden met een missiesatelliet. En een kwantumsleutel verdeelde over een afstand van 1000 kilometer tussen beide punten. En ik wil als uitsmijter een filmpje laten zien van een project dat we hebben afgesloten samen met QTech Delft en ABN AMRO op dit gebied. Moet ik volgens mij even, ik kan de film laten zien, maar dan heb ik geen ondertiteling en hij is het Engels. Dus volgens mij moet ik even eruit. En dan in Teams, even kijken hoor. Doen we zo. We starten de film. Even de ondertitels erbij. Druk hem even stop en dan ga ik hem delen in Teams. Even kijken hoor. Ik kan ik hem niet vinden. Tweede. Ja, zou het, ja waarschijnlijk wel. Ja. Ja, nou kijk dan, dank je. Gaan we. En hier heb ik geen geluid. Waar is dat nou weer?
kamer. Nou, dat was ook mijn presentatie aan het einde. Het kan van alles zijn in principe. Wat je nu ziet is veel onafkiezingen nog. Dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid van elektronica. Of tussen optische devices, moet ik zeggen. Maar je kan ook, als je dieper wil, kun je naar QAM of de faceless keying. Of, en wat in ruimtemissies veel wordt gebruikt is PPM, dus pulse position en modulatie. Dus dat is vergelijkbaar met de radiowereld, denk ik. Ik ben benieuwd, je zien dat die wolken, hè, waar het eerst ja. Wat is het probleem? Maar vaak moet je dan daarna nog grote afstanden boven de wolken tussen de satellieten. Dus kun je nou ook een soort combinatie verzinnen dat je met microgolf het eerste stukje doet en dan optisch verder? Haps. Ja, als je kastel uitkomt natuurlijk. Nee, ja, verliezen, dus ik word zwak schakel natuurlijk, snap ja. Ik. Anders kun je niks doen. Uiteindelijk is het natuurlijk een kwestie van, het is een commerciële toepassing, dus wat is het goedkoopste? Ja. Want het nadeel hier is dat je, wat ik voor liet zien, dat je een aantal grondstations moet hebben die stand-by zijn. En zodra de wolken voor je bundel schuiven, moet je geswitcht zijn naar de volgende. Ja. Maar vanaf welke hoogte van de... Makkelijk voor de mensen online. En misschien de vragen duidelijk stellen of misschien de vragen herhalen. Ja. Maar niet altijd, de context was duidelijk, maar is niet altijd zo. De eerste vraag was wat voor modulatietechnieken worden gebruikt. Dat was een niet zo verrassend antwoord, denk ik. De tweede vraag gaat erover of je in het geval van wolken niet het eerste deel met een andere golflengte, bijvoorbeeld microgolven, kan doen. En dan overpakken met optische golflengtes. Ik denk was halverwege mijn antwoord. Dat is een optie, alleen kom je dan uit met snelheid. Als je de juiste voordelen van optische golven qua datasnelheid wil gebruiken. Anderzijds, als je alleen optische golven gebruikt, moet je natuurlijk een omweg kiezen. Of moet je meer terminals operationeel hebben. Dat kost ook wat. Dus ja, het zal denk ik van de specifieke case afhangen wat gunstiger is. En vanaf welke hoogte heb je minder last van de atmosferische distortie? Dat is, hoe hoog moet je zitten? De vraag is nu, wanneer houdt het ellende met de atmosferische verstoring op? Laten we zeggen vanaf 20 kilometer. Ja, want er zijn dus veel projecten geweest rond HAPS-communicatie, high-altitude-platforms. Ja. En dat is van rond de 20 kilometer hoog naar beneden. Dus die dingen zou je kunnen combineren inderdaad. Ja. Ik denk dat nu wordt er heel erg gewerkt aan specifieke optische oplossingen. Ik denk inderdaad dat in termijn, als het allemaal volwassen is, dat je slimme hybride combinaties gaat zien. Dat kan naast die HAPS. Ja. Zijn er nog vragen? Ja. Ja, op het laatste ging het over de quantum key distribution. Maar kun je niet alle soorten data versturen zonder dat het afgeluisterd kan worden? De vraag is, ik ga over quantum key distributie. En kan je niet alle data zo versturen dat het niet afgeluisterd wordt? Maar waarom is het specifiek quantum keys? Quantum key distributie geeft je een hele hoge mate van veiligheid. En dat is eigenlijk als voorbereiding op de quantum computer, ook een quantum ontwikkeling, die eigenlijk een bedreiging is natuurlijk voor veilige communicatie. Want die zou op een relatief snelle manier je sleutel kunnen achterhalen. Dus als je nou in staat bent om snel nieuwe sleutels te genereren, kan je dat voor zijn. Dat kan je mee. En maar dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je sleutel niet afgeluisterd kan worden. Dat gaat met deze technologie. Dat is wel een hele hoge mate van veiligheid. Dus dat is met name voor. De EU heeft een groot programma gestart. Dat heet QCI. Dat is naam om een soort kwantumveilig netwerk te genereren voor overheidscommunicatie of militaire operaties. Nou, dat snap je, dat is uitermate belangrijk. Voor veel toepassingen
kan je met een lagere graad van veiligheid toe, tot nu toe. Ja, okay. Maar het idee van die communicatie is toch dat het eigenlijk niet af te luisteren is. Maar nu is de quantum key distribution is eigenlijk dan een voorbeeld van waarvoor het heel nuttig kan zijn. Maar ik zou in feite ook bijvoorbeeld een sms'je op die manier kunnen sturen. En dat kan dan niet afgeluisterd worden. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Dat klopt. Als je een sms'je met een QKD-protocol wil versturen, dat kan. Dat kost wel wat. Ik denk niet dat het de moeite waard is, maar in theorie kan het. Oké, dank je. Ja. Het bedrag van de ABN AMRO Bank bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik heb hier een vraag. We hebben gezien dat dit een zeer multidisciplinair project is. Ja. Van deze activiteiten. Is iets meer dan alleen telecommunicatie met linkbudgetten. Het heeft natuurlijk te maken met astronomie en er zijn tal van partijen bij betrokken. Ik vraag me af, wie kan de overheid overtuigen om zoveel geld hierin te stoppen? Wie kan dat overzien? Wie is de opdrachtgever? Is dat vanuit de ESA gekomen? Is dat vanuit TNO gekomen? Wie heeft de overheid kunnen overtuigen om deze investering? De vraag is, het is een multidisciplinair veld met allerlei technologieën die nodig zijn om een overall link te bewerkstelligen. Hoe ben je erin geslaagd om de overheid te overtuigen om het groeifondsvoorstel, zo begrijp ik het een beetje, te steunen? Nou, ik denk het belangrijkste voor wat ik begrepen heb van de intentie van het groeifonds is in dit geval dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie wordt versterkt. Dus als er allerlei Nederlandse industrieën op allerlei niveaus, dus leveranciers van subsystemen op het optisch gebied, op mechanisch gebied, op communicatiegebied, of systeemintegrators zoals Airbus bijvoorbeeld, als die allemaal zeggen, dit vinden wij belangrijk, hier zien wij business in, hier willen wij ook zelf in investeren, dan heb je al een heel sterke case, denk ik. Als je dat niet zou hebben, zou je sowieso kansloos zijn. Maar de overtuigingskracht dat de industrie ziet zitten en zelf wil bijdragen, want dat is een voorwaarde voor het groeifonds, heeft denk ik geholpen om de minister te overtuigen. Of Jeroen Dijsselbloem moet ik zeggen. Ja. Ik heb nog een kleine vraag. Speelde daar de technisch fysische dienst van TNO? Zit die hier nog steeds bij? Nou, in feite, de technisch fysische dienst van TNO is overgegaan in TNO Industrie. Dus ik ben ooit bij diezelfde TPD begonnen. Maar inmiddels zit ik bij TNO Space of TNO Industrie. Het heeft andere namen gekregen. Het zijn dezelfde mensen. Ja. We naderen onze. Ja. Een stukje aangeven wat nou de datatransmissiekosten zijn. Want als je met 5G, heb je er maar 1. En als je dat met satellieten gaat doen, heb je keer 3 of keer 4. Oh, dat vind ik eigenlijk. Dan heb je niet eens de snelheid. En nu praat je over behoorlijke snelheden. En wat moet zo'n bank dan betalen om een linkje te hebben? Ik vind het een hele moeilijke vraag. Dus de vraag is, wat kost het nou, dit? Datatransmissie, als je dat niet afneemt. Ik vind dat, daar kan ik niks over zeggen, eerlijk gezegd. Ik vind dat 500 keer zoveel als een normale satellietlink? De specifieke quantumlink. Ja. Dat gaat duur worden. Simpelweg omdat de aantallen niet zo heel groot gaan worden. Ja. Het is een niche-markt voor partijen die heel hoge veiligheid nodig hebben. Het zal niet voor financiële. Ja, dat weet ik niet. Maar het is gewoon te prematuur. We zitten nu op TRL 3-4. En de Chinezen zijn verder. Maar goed, ik kan het niet zeggen. Ik zit er al snel een vakker 10 naast, denk ik. Dus ik durf het niet te zeggen. Oké. Sonja, zijn er nog chatvragen? Ik zie geen chatvraag. Oké, dan gaat onze voorzitter afsluiten. Bedankt nogmaals, Nick. Ja, absoluut.